Hallo, hallo lieve vrienden van de Last Rounds. Met open armen ontvang ik jullie vandaag alweer voor een nieuwe aflevering van de Swede Sessions. En het is een speciale aflevering, een heel feestelijke aflevering, want vandaag is de laatste aflevering van seizoen 1 waarin ik als host optreed voor jullie. Um, ik heb drie keer goed nieuws voor jullie. Het eerste goede nieuws is dat er met zekerheid een seizoen 2 zal komen van de Swedish Sessions in kalenderjaar 2023. Ik kan alvast prijsgeven aan namen als Sergio Herman, Dirk de Wachter, Delphine Lecomte, uh, Marie de Grieze, Axel Daasleren en vele anderen hebben bevestigd te zullen verschijnen. Dus dat is allemaal iets om naar uit te kijken. Ten tweede heb ik uiteraard nog het goede nieuws te brengen dat mijn broer Moenier binnen twee weken nog een ultieme laatste aflevering van seizoen 1 zal hosten. De gast ga ik nog niet verklappen, maar het is zeer de moeite waard. En ten derde, drie hoera uiteraard. Want we gaan eindigen zoals ik eigenlijk begonnen ben. In mei dit jaar was Alex Agnew, de king of comedy van de Benelux, de eerste gast van de Swedish Sessions. En ik ga er eigenlijk uit zoals ik begonnen ben, met de andere koning van de lach. En dat is uiteraard, ik hoor het jullie al denken, Filip Geubels. Welkom Filip. Dank je, goeiendag. Goeiedag. Heel blij dat je hier aanwezig bent. Ja. We hebben er juist al even uh, gebabbeld en je vertelde ook dat je een vaste luisteraar bent van de Swedish Sessions. Mm -hmm. Dat doet mij heel veel plezier. Um, hou je te van podcasts? Ja. ja, ik luister wel graag, ja. En zo'n favorietjes? Ja, uh, dan deze denk ik. En die van de Alex vind ik ook wel. Ja, uh, ja dat, dat zijn zo. Ik hoor wel graag mensen geïnterviewd worden. Ja. Uh. En is het dan voor u afhankelijk van, van de gast dat je scrolt? Of ga je echt gewoon vast aan een kanaal vertrouwen hebben in de keuze die ja, die mensen maken? Ja, ik luister gewoon naar, naar allemaal dan. Ja. ja, ja. Want we zijn vandaag, uh, zondag 20 november, wanneer deze podcast wordt opgenomen, een heel. Een uh, bijzondere dag, een feestelijke dag, want het is vandaag ook de opening van het WK Voetbal in Qatar. Nou ja, dat is juist. Dus het is vandaag de WK Special. We gaan uh, met Filip, en dat weten weinig mensen. Uh, Philip is een enorme voetbalmaniac, dus we gaan het alleen Uiteraard. maar over voetbal hebben. Uiteraard. Uh, ja. Hoe komt dat zo weinig mensen dat weten, Philippe, dat je zo zot bent van voetbal? Ja, dat is. Uh, ik, ik hoor weinig in die programma's uitgenodigd, omdat ik met mijn analyses natuurlijk iedereen onder tafel praat en ja. dat vinden ze niet leuk. Ongetwijfeld. Ja. Nee, wist je eigenlijk dat vandaag opening WK voetbal was? Eigenlijk wel, want ik vond het zelfs een beetje spijtig. Dat, allez, ik werd hier om vijf uur uitgenodigd en mijn eerste gedachte was, oh ja, maar om vijf uur begint het WK. Ja, qatar ja. Ecuador. Ja, is dat is een wedstrijd dat. waar je van wakker ligt? Nee, niet echt. Nee. Maar is dat niet zo meer een openingsceremonie? En, uh, ja. nee, ik weet het niet of niet. Of Normaal wel. gezien wel, maar het is een heel bijzondere WK. Het is ook de ja. eerste keer dat het in de winter plaatsvindt. Mm -hmm. um, ja. Er wordt heel veel rondgesproken, geschreven en gezegd. Ja. Um, heb je daar ook een mening over? Of ja, ik vind, een vind dat een heel domme keuze ja? en ik vind dat het daar door. Ja. je ja? er ooit geweest in Dubai? Uh, nee, ik ben er nog niet geweest. Of in geweest. Qatar? Nee, ik ben er nog Kortrijk? niet geweest. Nee. 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 Dat Wel eens in Abu Dhabi, uh, een tussenstop als ik onderweg was naar Australië. Ah ja, oké, okay. maar, maar dat was maar even. Uh, ja, dat was maar even. Uh, nee, ja, ik vind uh, ja. Ik, ik voel het ook niet zo nu. Normaal heb je zo'n soort WK-gevoel. En, mm. en, dat, ja, dat hoort een beetje in de zomer voor mij. Want dat je met veel volk buiten ja, door een groot ik. scherm in je pintje kunt zien. En, uh, We ja. hebben ook nog veel korter een aanloop. Hè, want, mm -hmm. uh, ik weet eigenlijk totaal niet in hoeverre je voetbal volgt. In België bijvoorbeeld. Mm. Is het, weinig, weinig. Nee. Dus ja. dat is niet echt uh, s'avonds nee. naar uh, Sports Late Night? Nee, of zo. nee. Het enige dat ik leuk vind, is mensen die wel heel zot zijn van voetbal... Uh, het bloed onder de nagels. dat zo? Ja, dat vind okay. ik wel leuk. Ja. Ja. Nou, ik ben vrij zot van voetbal. Ja, ik dus. weet ik weet. Ja, Van een beerschot, hè. Ja. <coughs> het wordt een ultra-korte aflevering ja. vandaag. Nee, dat bedoel ik. Dus dat, vind, <laughs> dat vind ik leuk om te doen. <laughs> nee, mijn vorige gast was Aster en Ziumana. Uh, mm -hmm. Voetbal: koning langs de lijn. En ik denk dat alle kijkers of luisteraars die het uh, houden van het spelletje en vooral de analyses voor. En uh, na de wedstrijd kunnen uh, stemmen op ofwel die aflevering met Aster, waar het ook even over voetbal ging. Dan wel uh, de podcast Meet Meet of 90 Minutes, waar je dan minder naar luistert. Daar heb ik nog niet naar geluisterd. Ja. Echt aanhalers. Ja. Ik vond dat wel interessant met een Aster ook. Dus, uh, C'est ça. Ja. Aster is, is een, een gouden gast. Vind ja, ik. en ik luister ook wel graag naar die dingen, omdat dan kan ik ook wel op Café Dona's of dat ik er veel aan ah, okay. weet. Dan kan ik ze zeggen, ja, maar uh, ja. Zouden toch meer langs de, langs de kant moeten aansluiten of van die shit. En dan? Een paar stellingen gooien, gewoon om ja. te doen zodat je iets Ja Ja, voilà, ja. Voilà. Okay. ja. Nee, ik, uh, we gaan het vandaag niet over voetbal hebben. Zoveel ah, is duidelijk. spijtig. We gaan het uh, over Filip Geubels hebben. En ik moet toegeven, ik kende u al eerder uh, persoonlijk. Ik kende u uiteraard ook al nog veel eerder van op afstand, van uh, televisie en uh, theaters. Maar ik heb u in de voorbereiding van deze podcast nog veel beter leren kennen, want ik heb de goede gewoonte, het respect voor de gast, om het toch echt wel voor te bereiden, om te kijken wat uh, mijn uh, gast heeft gedaan de voorbije uh, jaren. Dat is al waar, uh, ja. Dat is al wat. man. <laughs> ik, uh, ja, ik, ik heb ongelooflijk veel gelachen. Ik heb echt ontzettend veel gelachen. Mijn vrouwke Charlotte, die uh, valt vaak s'avonds laat in uh, het slaap in de zetel. En die was gisteravond bijvoorbeeld echt constant wakker geworden van mijn, uh, van mijn gebrul en gelach. Ah, oh, cool. ik, ik, ik heb ook, om een of andere reden... Dingen herontdekt of, of um, pas ontdekt. Ik weet het niet, want ik had elke show van u al gezien. Maar er zijn dan toch dingen die x aantal jaren later extra opvallen of die je vergeten wordt. Dat, dat is echt uh, fantastisch. Ja. Ik vind humor ook wel heel belangrijk in het leven. Mm -hmm. Ik vind lachen, dat is, dat is vaak de beste medicatie. Gelijk wat je ook mankeert. Mm -hmm. um, is dat iets dat bij u thuis ook belangrijk is, humor? Of is dat de misvatting? Nee, dat is heel belangrijk. Um, maar bij mij is dat anders, denk ik, omdat ik comedian ben, is dat een soort, een, 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 meer een natuur dan, ja, ik weet niet, hoe, um, dat is ook mijn copingmechanisme uh, voor, voor als het moeilijk gaat. Ja? ja. Jij, jij, want jij kunt ook goed lachen met zaken in je leven die misschien even moeilijk zijn of zo? Uiteraard, ja, twaalf, misschien niet altijd direct op de moment zelf, maar... Ja. Uh, ja. 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 Want uh, als je bekende TV-chefs zoals uh, Gosus of uh, Sergio Herman, Nick ik bril maar op, dat zijn mensen die thuis niet altijd achter uh, het fornuis stonden of, of in de potten ontmoeten zitten. Ah, ja, zijn, maar ik ben, ja, ik ben thuis ook niet de pesantste. Nee? nee? Nee, en ik denk dat dat, dat vaak ook een uh, misvatting is over comedians. Nee, ik, ik, ben, ik heb wel een donker kantje en, en ja, ik ben. Ja, ja, maar comedians en, eh, zijn heel bijzonder figuren. Hè? Mm. Uh, want je spreekt over een donker kentje. Maar eigenlijk die is volgens mij ook een film van gemaakt. door Peter van de begin. of met Peter van de begin. Mm. Um, Everybody Happy, denk ik. Waarin hij een comedian speelde. die eigenlijk heel depri was. En je hebt ook de Joker. natuurlijk. Je hebt Robin Williams. Uh, mm -hmm. Zijn verhaal. Ja. Um, dat, dat valt mij wel op. Zo een beetje. Die, die, the sad clown. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat dat ook. Uh ja. ja, dat hoort erbij. Ik weet dat niet. Maar vaak is het ook gewoon simpel. Vaak ben ik ook een hele dag met humor bezig, aan uh, het babbelen over humor, aan het discussiëren over humor. Uh, waardoor dat ik, als ik in mijn vrije tijd thuis ben of ergens anders. Echt absoluut geen goesting om het daarover te hebben. Ja, snap ik. Zelfs niet over met wat ik bezig ben of welk ja. programma dat ik aan het maken ben. Ik heb ja, dan geen zin om dat uit te leggen. of, of ik, allez, ja. Dat snap ik volkomen. Is uw relatie met humor veranderd doorheen de jaren? Ja. hebt voetballers die, die jong zijn, die, die dromen van een voetbalcarrière, die, die gaan graag shotten met de vriendjes als ze zeggen, tiener zijn. Maar nadien wordt het zo, werken. Moet ja. je in een bepaald ja. patroon passen? Uh, moet je echt naar je job gaan om te presteren? Komt er heel veel druk bij? Mm -hmm. Is dat vergelijkbaar? Zeker. Ja, dat, dat, nu dat je het zo zegt, ja. Um, ik kijk nog altijd met heel veel plezier terug zo naar mijn eerste jaren dat ik dat deed. Mm -hmm. dat, dat, waar, en dat ik daar ook geen cent mee verdiende. Ik reed naar Hoesolt of, of naar Eenderwaar in Vlaanderen om... Vijf of tien minuutjes op te treden en, en dat was, ik kijk daarmee heel veel plezier naar terug. Ja, het is een soort onbezonnenheid. Ja. Uh, inderdaad, en nu is dat. Ja, ik had dat over, over mijn inkomen, over, over ook wel er blijven staan en. en ja, is Big school business. Het Ja, moeten doen. Hè? Ja. Ja, het is, je ziet nu wel al als comedian in een segment beland, zowel in Vlaanderen als in Nederland, laten ons eerlijk zijn, op, op Champions League niveau. Um, het is misschien moeilijk om dat van jezelf te zeggen, maar ik als buitenstaander kan dat perfect. Ja, voilà, ik, laat u ook rustig, <laughs> ik laat u ook rustig doen. Uh. Maar, uh, nee, maar ik kan me inbeelden dat dat wel echt business wordt in die zin. Ik heb eens een keer op uw website gekeken. Je hebt een nieuwe show die eraan komt, of die nu al uh, bezig is geu met Geubels in Bad. Geubels gaat in Bad. Geubels gaat in bad. Um, Dat is uitverkocht nu al ik tot maart. Je nogal wat tickets hier en daar op de site, is alles te vinden. Mm -hmm. um, maar ja, je moet er dan wel staan. En ik kan me inbeelden, moest ik in je schoenen staan, dat ik denk van... Fuck, ik moet daar wel echt presteren. Ik moet er dan wel zijn. Ja. En dat, dat zal heel verschillend zijn inderdaad, zoals gezegd. Uh, in vergelijking met je beginperiode, tijdens Droog bijvoorbeeld. Waar ik had alles, niks te verliezen. Voilà. voilà. Ja. Uh, ja, en zelfs voor Droog ook nog. Ik, ja, ik deed de zotste dingen op het podium. alleen ik... ik uh ik deed heel experimentele dingen vaak, uh, ja, waarin dat bijvoorbeeld een Alex, uh, heel, allee, echt, die, weet, die wist al denk ik van in het begin heel duidelijk, mm -hmm. ik, ik doe echt stand-up comedy, de Engel, Engelse stijl, of, mag ik mag dat misschien zo niet noemen, dat weet nee, ik niet, maar man. echt. Uh, en ik heb dat nooit zo gehad, ik heb altijd wel meer, ja, voor mij kan alles. Alleen ik wil als de mensen komen kijken, daar hoeft niet. Per se gewoon pure stand-up comedy te zijn. Nee. Als ik de mensen mee iets anders kan laten leggen of op een andere manier zich raar kan laten voelen, of dan, dan vind ik dat ook present. Ja. Zijn er in van die beginperiode, als je spreekt over experimentele zaken, iets waar je spontaan om denkt, dat je zegt van dat zou ik nu nooit meer doen? Ja, ik, dat is zelfs ooit opgenomen. Dat was in, in de finale zelfs van de comedy casino cup, ...deed ik, een typeke. Uh, Toch niet een tuner, maar ik deed in die periode vaak. Typisch en ik deed dan ook in dat type in een gedicht of zo, alleen dat was... Ja, ik zou, dat zou ik nu niet meer doen. Dat begrijp ik. Toen mij, als je dat zo vertelt, een beetje denken aan uh, Hans-Theve, onze mm -hmm. Nederlandse topcabaretier, die ja. dat ook wel vaak in zijn uh, voorstellingen muziek uh, integreert en typisch is. Of... Mm -hmm. Ja, maar laat ons dan zeggen dat ik dan een Hans-Theve van Aldi ben... Uh, Dat's bij te, bij mij lukt dat dus Dat is de in stijl niet, ik, ik, niet ik kan, Nee, nee, maar ik... Allee, de, de momenten dat... Want ik ben een hele grote Hans Theo-fan. Zeker uh, in, die, in die jaren vroeger, dan... Ja, dat dan weer wel. En ik... Uh, maar de momenten dat ik dat probeerde, zo'n dingen, dat, dat viel niet. Dus ik moet dicht bij mezelf blijven en bij wat ik kan. En... Dat is meer meest denk ik. Ja, Toen, voilà. zeker ja. Was dat was van in de pampers duidelijk? Dat onze Philippe uh, op een podium zou belanden en mensen aan het lachen zou brengen? Ik denk het niet. Ja, ik weet het niet goed. Dat weet ik niet goh. Mijn, broer zei, mijn broer heeft is, is iets gezegd dat, dat zo over... Dat hij er soms mee zat van... van als wij op een familiefeest samen aankwamen, dat de aandacht altijd naar mij ging, op een of andere rare manier. En niet alleen omwille van uw haar doen? Nee. Dat ik foto's zien passeren van een kleine geup. Bijzonder kapsel. Dat weet ik niet. Ik weet niet over welke foto dat je het hebt. Ik heb zoveel van u gezien de laatste dagen dat ik even moet nadenken waar... die. begint griezelig te worden. Ik denk... Hoe heb je dat gezien? Misschien wel in James the Musical. Ken je dat? Dat hij geen foto's ah, ja, van je jeugd kan, toont, ja, denk ik ja, ook. Dat kan, ja, ik heb zo waar je niet veel richting mij uit kunt. Ja, inderdaad. Ja. Dus je dacht, ik kan gewoon mensen aan het lachen brengen ja. en we zullen wel zien waar daartoe gaat. Ja, ik, ik was nu niet zo. Ja, ik weet het niet. Ik, ik vind dat heel moeilijk om, de, om mezelf daarin te analyseren. Hè. Ja, dat snap ik. Soms denk ik, ja, dat was wel op, allee, duidelijk en soms denk ik totaal niet, want ik, ik ben iemand die al zo lang mee. Allee, Zelfs op mijn eigen trouwende speech geven, dat ging niet, dat kon ik niet. Oké. Ja, okay. ja dat, is, dat, is, dat is een rare paradox in mm -hmm. zekere zin. Ja. Um, zat dat volgens u wel een beetje in de familie? Als in, is uw papa een grappige mens, uh, uw ouders? Nee, nee. Niet specifiek. Nee. nee. Dus humor ten huize, geupels in je jeugd, dat was geen dingetje dat echt wel stevig aanwezig was? Nee, totaal niet. Nee. Um Nee, ik denk zelfs in tegendeel. Uh, zo te zien. Uh, ons vader was geen fan van zo te veel show verkopen. Oei. Bijvoorbeeld. Uh, dat kon hij niet gewoon aan. Dus Dan zei Doe maar wat, wat minder show. Zo, allee, of, uh, en dat was een heel harde werker. En, en, ja. en jij werd wel een showbolleken of zo? Oh, ik vind dat niet maar Ik weet het niet. <laughs> het werd gezegd misschien. Ja. ja. Uh, uw papa had ook wel iets met showbiz te maken, mm -hmm. meen ik gelezen. Want hij, was, uh, hij toerde met een bus in de zomer of zo langs de Belgische kust. Mm -hmm. En daar kwamen dan bekende zangers en zangeressen optreden. Ja. Ja. En jij mocht altijd mee. Wij waren er wel vaak bij. Ja. Ja, dat was, ja, dat was ook de tijd van ons leven. Sunparex uh, sponsorde dat, dus we hadden daar altijd een huizeke. En... en ja, We konden dan het zwembad en we alle, alle, van alle faciliteiten gebruikmaken. Gezellig. En, en dan overdag en s'avonds waren het dan die shows op de op den dijk van Blankenbergen en alle kuststeden. Met al die zoet. Vlaamse artiesten en um, Mars Ice Cream en, uh, en uh, zo. Die, die, die sponsorden dat ook. Allee, dat okay. was, als kind was dat echt paradijs. Fantastisch. En ja. toen is uw papa in die wereld gerold? Uh... Geen idee. Oké. Okay. Die uh, heeft gewoon op een dag gezegd: Van ik gewoon. Ja, ik, ik denk dat de iemand dat voor hem werkte was de moeder van Wim Ravel. Jongens, ik kan het een beetje stiller zijn. Ze al: slag je zeg, als ik ga op voorhand. Het is echt. <laughs> nee. uh, dus uh, um, er werkte iemand voor, voor, voor mijn ouders en dat was de moeder van Wim Ravel. En dan is mijn vader daar manager van geworden. En ik denk een beetje op die manier. Ik weet het niet. Drie jaar geleden. Ja. Ja, want ik heb me inbeelden als kind. Ik weet niet hoe oud dat je toen ongeveer was. Uh, een jaar ah. of tien? Ik weet dat eigenlijk okay. zelf niet. Oh. Ja. Ik was ook zo'n mannetje. Die, dat op de eerste rij stond. om de Dijk van Blankenbeen als team te zien was. Ja, 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 of in, hoe heette dat? Club Manhattan of zoiets? Ja, in de Man Studios Manhattan. Studios Manhattan. Ja, ja. Uh, ik vond dat ook uh, bijzonder uh, speciaal. Ja. Dat was ook zo echt een. een, een Wereldje waar een spanning in de lucht hing toen. Zeker als kind. Je ziet de mensen in het echt die helemaal op de tv zien. Zoals Danny Fabri, is ook van de fantastisch. Ja. Um, Sylvie Melody. Ja. Uh, Clouseau. Ja. Prachtige, prachtige ja, dingen. Ja, ja, dat was. Uh, je ja. gaat ook echt ontmoeten allemaal. Ja, zeker en vast. En was ja. Filip Geubels dan een mannetje dat zegt van ik kon er naartoe, ik kon met de foto? Of was toch een beetje. Oh, nee, dat, interesse dat interesseerde mij nog niet. Op die... Allee, nee, ik heb dat zelfs nog nooit gehad. Dat is ook iets dat ik vandaag de dag nog altijd niet super goed begrijp. Dat, dat mensen met mij op de foto willen, bijvoorbeeld. Ik, dat is iets. Ik heb dat zo niet met bekende mensen. oké. Okay. Ja. Maar je begrijpt dat mensen met je op de foto willen? Nee? Ja, ik begrijp het, het systeem wel, zijn. ja, maar, maar ja. Ik, vind, ik blijf dat iets ik blijf dat een raar gegeven vinden. Hm. Ja. Want jullie waren gezien met drie kinderen. Ja. Mm -hmm. Een broer, zus. Ja, broer ja. en zus. Zelfde le ah, leeftijd, zo? Een nee, nee, mijn broer is vijf jaar ouder en mijn zus is oh. negen jaar ouder. Ja. ja. Dus jij wordt een ongelukje misschien. Ja, zo zou. Stevje Stevige het. het al. Ja, <laughs> inderdaad, dat denk ik ook, ja. No. En um, ik, heb, ik heb ook gelezen dat je in je jongste jaren niet gespaard bent gebleven van toch wel stevige drama's. Want je hebt mm -hmm. op vrij jonge leeftijd, heel jonge leeftijd, zelfs drie jaar denk ik, ja. je mama moeten afgeven. Ja. Ik heb zelf een dochter van drie jaar. In mijn beleving heb ik daar echt een ongelooflijk warme band mee. Waarvan ik denk dat alles wat wij doen, dat dat ook voor haar binnenkomt. Mm -hmm. um, ik vind dat heel moeilijk in te schatten... Als dat verder evolueert, maar, maar jij kunt dat als zeggen wel inschatten. En als het de privé is, moet het uiteraard zeggen. Maar heb jij nog herinneringen? Om ik heb geen enkele herinnering nee. aan mijn moeder. Nee. En ik vind dat heel spijtig, want uh, ik merk dat nu ook. Mee. Allee, ik heb het ook heel moeilijk gehad toen mijn dochter twee, drie jaar was, omdat ik toen pas eigenlijk besefte ja. dat ik mijn moeder echt wel gekend heb. Dat ik er echt wel drie jaar mee hebt doorgebracht, uh, ja, maar ja. ja, dat is het leven. Nee, ja, uh, dat is, ja, of de dood, ja, de dood hoort bij het leven, maar natuurlijk niet zo jong, denk je dan? Nee, nee, dat is niet de bedoeling en, en um dat is iets dat, al heel mijn leven, dat ik al heel mijn leven meedraag. En eigenlijk nog maar sinds kort, uh, denk ik op de juiste manier, uh, dat ik heb aangepakt en ermee ben aan het omgaan. En, en ja, dat is ook uh, ja, dat is een heel moeilijke periode geweest. Hè? Toen en, en heel vaak op momenten in mijn leven, dat snap ik. Sta ik dat terug de kop op. Ah. Ja, tuurlijk. Er dus zijn veel momenten in het mensenleven, zeker in de adolescentie, in de jeugd. Dat je inderdaad wel naar vader of moeder toe om uh, dingen mee te bespreken of, of mee te begeleiden. Mm -hmm. um, wat het dan zo'n jongste herinnering? Is het dan in je stiefmama of moet je je inschatten? Ja, ik denk Omdat... het. Ja, ja. ja zoiets. Ja, mijn grootvader meer. Ik denk dat dat zo wat mijn oudste herinneringen zijn. Oké. Okay. Uh, ja. Moet het voor je papa ook niet gemakkelijk geweest zijn met drie uh, kinderen? Wel, dat is het. Hè. Dus um, je komt in een, in een situatie terecht. Ja, ja, weet het, ja. Ik, ik kan er niet veel over zeggen, maar uh, dat, dat, is, dat is gewoon niet de bedoeling dat dat gebeurt. En, uh, um, maar ik denk dan altijd: van, ik heb wel iets van ons moeder gekregen, namelijk uh, dat ik uh, op een podium wil staan. Ja, ja. <laughs> um, Want wat deed uw mama professioneel? Uh, huismoeder, ah, toch? Voilà, okay. Ja, ja. 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 En um, je hebt dan een van mij gekregen die die rol probeerde op te pakken. Die je mm -hmm. ook beschouwd. Ja. En die beschouw ik ook voilà. als, als moeder. Ja, ja. zeker. Ja. Want je, je zus is een flink stuk ouder. Mm -hmm. uh, het is niet als zij die rol probeerde op te nemen of kon opnemen voor u. Nee, nee. nee. nee dat is niet gebeurd. Nee. Heb je daar ooit uh, therapie voor gevolgd of zo als mannetje? Heel mijn leven. Echt? Ja. Uh, laat ons zeggen, drie weken geleden. Allee, is waar. Dat, Jawel, jawel. Echt. Okay. Ik, ik, uh, het geld dat ik al aan therapieën heb gegeven, dat, dat, dat hadden we niet voor mogelijk. Allee, dat, dat wist ja. ik niet van je. Maar dat komt voor een stuk ook uh, het leven waar dat ik in beland ben. Ik ben daar niet voor gemaakt. Allee, dat is raar om te zeggen. Dat is een beetje <laughs> tegenstrijdig, want, want wat ik doe, kan ik eigenlijk wel goed. Mm. Um, maar mijn systeem... Ik ben niet gebouwd voor stress en voor dingen. Ik krijg verschrikkelijk veel stress van bekend zijn, bijvoorbeeld. Ik vind dat heel moeilijk om, om in... Ja, Dat is toch echt, ja. Um, ik vind dat heel moeilijk om mij onder een grote groep mensen te begeven als bekende mens, snap je? Ik verdwijn liever in de, in de massa. Dat is wel een beetje de masochistisch bezig. Ja, ik weet dat. Ik weet dat. Het is, het is, het is, het is heel... Uh Tegenstrijdig, maar ik doe ook wel gewoon heel graag wat ik doe. En, ja. ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Mm -hmm. uh, want die, ik las inderdaad dat je bijvoorbeeld agorafobie hebt. Uh, Pleinvrees. Ja. Maar oh. weet je wat dat is? Er is, is, is gewoon iets gebeurd toen ik heel jong was, waar, waar gewoon in mijn basis iets kapot gemaakt, dat ik niet meer te goed... Allee, de, er valt iets, iets weg. Ja. Als, als heel klein mannetje kom je in een, in een... Ja, je moet je dat maar eens voorstellen, dat je morgen tegen je driejarige dochter moet gaan zeggen, ja, je mama nee. is, allee, die, die is weg, hè, die <kuggen> komt niet meer terug. Ja, die, 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 ja. die, je blijft er nog heel lang naar vragen, hè, want, want je snapt zelfs op die moment nog niet wat het concept van de dood is. Tuurlijk, um, tuurlijk, tuurlijk. Dus er is gewoon iets, ja, dat ik een beetje mis, waardoor ik gewoon die angst vind altijd naar weg. Ja, ik heb horaphobie, maar ja, ik heb nog dit, ik heb nog dat. En, en ik merk dat het nu beter gaat, omdat ik, zo vorig jaar met corona werd het een beetje onhoudbaar, merkte ik echt dat door heel veel thuis te zitten en u niet meer te kunnen verstoppen achter uw werk, en... en <laughs> mm. um, merkte ik wel dat ik. Uh, Alleen dan, dan ben ik er echt mee aan de slag gegaan en heb ik gedaan wat ik moest doen. Dat was namelijk ten eerste verwerken wat er gebeurd is, wat ik nooit heb gedaan, waar ik altijd van ben gaan lopen. Uh, en, en, en dat zorgde gewoon. Het, 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 ja, het feit dat ik heel tijd was aan het weglopen van, van, van iemand die eigenlijk heel verdrietig is en, en ja. dingen, zorgde gewoon dat die angsten, je. Uh, dat is, ja dat is iets dat gebeurt zeker ik kan uh, dat misschien is misschien met een psycholoog ik kan dat heel slecht uitleggen nou, leuk, maar, je dat uh, heel ja. goed uitlegt um, ik, ik kan me inbeelden dat vluchten in een bepaalde roes dan ook echt zalvend werkt dat uiteraard deur... uiteraard ja. en als je voelt dat het zalvend werkt dat je dat keer op keer terug opzoekt dus bijvoorbeeld dat optreden ik wil je niet om water psychologie doen maar ik kan me inbeelden dat je dat dan keer op keer probeert op te zoeken opnieuw en nog maximaliseert om effectief daar niet aan te moeten denken of daar niet mee te moeten bezig zijn. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Heb, je, heb je in België veel nu therapie gehad? Heb, heb je, want ik, moet Altijd, toegeven, ja. ik heb er zelf nooit een bezocht. Ik heb er hmm. wel aan gedacht, uh, hmm. een jaar of vijf geleden, toen ik ook een gigantisch drama heb hmm. meegemaakt. Ja. Ik heb dat niet gedaan. Uh, ik heb er vaak over nagedacht. Maar ik, ik weet ook niet of dat... Je moet er ook chance mee hebben, denk ik denk ik. Ik bedoel, die klik moet er wel zijn volgens mij, want je kent die mens eigenlijk niet. Dat is een vreemde voor u, neem ik aan. En je moet u wel je hart en ziel blootleggen. Ja, ik heb echt aan iedereen waar ik ben geweest veel gehad. Uiteindelijk zijn de, is dat moet het zelf doen. En die mens kan het niet oplossen voor u, maar die helpen u wel gewoon in hoe dat je het zelf kunt oplossen. Dus ja, nee, ik. Uh, ik heb er altijd veel aan gehad. Um, ik had gewoon rapper tot de kern moeten komen en dan had ik veel minder therapie moeten doen misschien. Ik was eigenlijk altijd een beetje aan het met de kraan open en, en angsten aan het oplossen, maar die angsten waren gewoon symptomen. Dat was niet de oorzaak van, de, van het probleem. Het is menselijk, hè, Filip? Ja, ja. Het is menselijk. Ja. Want uw broer en zus waren toch al wat ouder? Mm -hmm. um, is het volgens u makkelijker of moeilijker? Uh, nee, dat, is, dat is een moeilijke. Hè? Het is altijd is, verschrikkelijk. Nee. Maar ja. ik denk, als je, als je drie jaar bent. Je, als je nu puberteit zijn, is het misschien ook niet simpel. Dat, maar, tuurlijk. Het is altijd slecht. En denk het dingen is. Wat je altijd tegen jezelf zegt: is ja, ja oké, okay, dat is gebeurd en dat is heel erg. Maar er zijn mensen die nog zoveel ergere dingen meemaken en dingen. En stel je niet aan. En. En, snapte je? Allee, en dat, ja. Er is geen klassement in pijn, denk ik. Nee, nee, voilà, dat is nee. niet zo. Maar dat, dat zijn wel dingen die je ervan weerhouden om, hmm. om eigenlijk uh, het proces aan te gaan. Dat je nee, nee, dat aan snap gaan. ik. Ja. Dat snap ik, want ik krijg vaak van mensen te horen dat wat ik heb meegemaakt, dat dat ergste is dat kan gebeuren. Ja. Maar ik denk, als ik als jong manneke mijn moeder zou zien wegvallen, en ik kom uit een eenoudergezin, dat ik misschien ook hier niet zou zitten op de manier, je kunt dat niet meten. Het, is, nee, het, is, voilà. het zijn allemaal uh, persoonlijke drama's waar iedereen wel mee geconfronteerd wordt, denk ik. Of, of in bepaalde hoogte. Ik heb Erik van Looij hier in de, denk ik mijn tweede of derde aflevering gehad. En hij zei dat hij hield of houdt van mensen met mentale blessures. Hij vindt dat interessant. Mm. Um, is dat iets dat je zelf ook uh, opzoekt of boeiend vindt aan mensen? Of zeg je Tuurlijk. Omdat je voelt. Ja. Ik denk dat mensen die al iets meegemaakt hebben, die, ik weet niet, ge, ge, ja, die kunnen ook beter alles relativeren. Of zichzelf, of ik weet niet. Ja, ik kan het niet uitleggen, maar inderdaad, ik maak er gemakkelijker contact mee. Ja. Um, ja, ik wou nog iets zeggen, maar ik zit het vergeten. komt er straks wel op. Heeft dat meegespeeld ook in uw schoolse uh, carrière, zal ik zeggen? Ik zag dat je, ik denk tot derde middelbaar ASO had gedaan, en dan naar hotelschool ging. Ja, dat kan. Uh, nee. nee, dat klopt niet. Uh, Oei. Ik heb twee keer het eerste middelbaar gedaan. AISO, dat is zo het beste, toch? Boah, dat is zo Het wordt gezien het... als het meest algemene. En, maar ik vind technisch of beroepsonderwijs. Nee, nee, tuurlijk, maar ik wil zeggen zo dat, allee, dat. Ja, ik heb ASO gedaan, dat is echt wel het beste. Ja, ah, voilà. Um, dat twee, twee, twee keer het eerste en dan uh, naar, de naar de PIVA. Kokschool. Weer, ja, ja, ja. En dat was dan uh, tweede middelbaar was gemengd. Omdat mijn, ik deed twee keer, uh, de tweede keer dat ik het eerste deed, was slechter dan de eerste keer. Oei. <laughs> Hoe heb je dat gedaan? Door. Uh... Was dat expres? Kwijt. Nee, ik... Of was dat een revolte? Een, een niks. Nee, dat was niks. Dat was absoluut. Er zat geen kwaad achter. Dat interesseerde me niet. Ik zag daar het nut niet van in. Ik, ik was daar niet mee bezig. Gewoon. Ook iedereen die stress had, van oh, het is examenperiode. Stress, stress, stress. Ik begreep, ik begreep dat niet. Dat was, dat, ik, ik, ik dacht, oh, maar wacht. Je moet twee uur naar school voor dat examen te gaan doen. Dan zitten we de rest van de dag vrij. Uw ouders zijn gaan werken. De beste periode van het jaar, hè, jongens. Het is allee, um, en ik dacht dan oprecht: van, ik had dan niks gedaan voor dat examen. Maar ik dacht oprecht: ja, het zal wel lukken. Maar ja, dat was niet. Hij zegt: 10 op honderd voor haar rijkskunde, 10 op honderd voor geschiedenis. Alleen zo. Zwaardig. En die tien kreeg je dan voor uw naam in te vullen. Ja. En <laughs> het, uh, het sympathie. Ja. ja. Worstelde daar daarmee als jonge gast? Vind je dat een thema, thema niks. Speciaal. het deed mij niks. Het deed mij absoluut niks. En ik mocht dan op beroeps en dan deed ik dat en dat ging heel goed, want ja, dat was nog eens het eerste eigenlijk. <laughs> en ik kon dat dan natuurlijk heel goed ondertussen. Dat zal wel. Uh, en dat was dan heel veel praktijk, ik vond dat heel plezant. Maar dan, tegen de middelbaar, uh, was ik dan bakkerij gaan doen. Dat was echt een verkeerde keuze, want dat was heel hard werken. En... Ja, ik weet niet, dat lag me niet. En dan, heb, dan ben ik op leercontract gegaan. En wat was het dan voor uh, werk? Bakkerij. Ook. bakkerij ja. Ja. En dat was te zwaar, zie je? Dat was elk, ja, ik was 16 jaar. Ik, was, ik had vrienden die al iets zuiver waren. Ik was eigenlijk al wel stevig aan het feesten. En um, ik moest wel elke morgen om vijf uur in die bakkerij stond, zo harde. Uh, behalve op de maandag, want dan was dat nog ene dag school. Maar de rest van de week stond ik elke oh. morgen in die bakkerij. Dat is deze. Ja, en dat was dan ook niet de gemakkelijkste baas. Dus allee, dat was ook zo weer nog oldschool. Uh, dat was veel afwassen voor mij: veel de klote jobjes doen. En ook zo. Als ik dan om vijf uur begon, dan pakte ik om één uur middags en gedaan had. Maar dan om kwart voor één zitten er nog tien immers mee appels uh, hey, op de werkbank. En zei die sd is dan moet, maar, dan moet je naar huis. Oké. Okay. Ja, als, als kind of als jongere uh, gaat ze dat niet pas aan. Nee. 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 Dus jij dacht: van... Uh, ik ga mijn bakkerschort hier even uh, afgooien? Ja, ik ben dan uh, verhuisd naar. Ik uh, ben dan blijven leerkontract doen, maar dan verkoop. Nou ah, ja. Was ja. Philippe Geuvels een goede verkoper? Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Een verkoop van wat? Eender wat. Ja, maar dat was een side hustle. <laughs> en ging dat goed? Oh, dat de witte. Ze noemden naar de witte, heb ik gelezen. <laughs> <laughs> um. Nee, dat was wel tof eigenlijk. Ja, dat was, dat, dat was dan, ik was gewoon altijd op zoek naar de gemakkelijkste manier om de school door te komen. Ja, ja. ja. Wel een plantrekker, hoor ik u zeggen, eigenlijk. Ik denk het wel. Ja. Niet te veel. Maar ik heb gewoon echt wel fucking veel chance gehad dat ik komiek ben kunnen worden. Allee, anders, ik had niet de beste job gehad. Allee, ik heb niks. Nee, hey, maar je ziet uh, wel een creatieve uh, ziel, en anders ze deze uh, carrière niet ontwikkeld. Dus creativiteit mm. is ook een, een bijzonder talent. Dat procentueel heel weinig mensen bezitten. Mm. Uh, hebben studies uitgewezen. Dus als je dat hebt, niet noodzakelijk als stand-up comedian. Maar ga je wel, denk ik, misschien iets in televisie of, of uw mm. weg wel gevonden. Zeker ik ook weet. als je al een affiniteit had met die zomershow's. En het is niet dat het een ver eiland was. Nee. Ik was ook altijd wel um, op zoek naar zo. Ik was altijd bezig met plannetjes. Zo, om, om gemakkelijk geld te verdienen. Okay. Zo, zo van, ah, misschien moet ik zo met een soepka rondrijden. En, uh, want ik oh, een pot soep, dat kost dan niks. En dat, allee, zo, allee, ik was altijd op zoek naar manieren. Uh, wel een beetje ondernemersspirit. Ja, de MacGyver ja. van Edigim. Ja, van de Romeinse puten. Ja, van de Romeinse puten. En ik heb ook altijd wel. Ja, ik was altijd wel op. Ja, ook al heel mijn leven, ik kan zo mee iets beginnen. Ik heb al heel veel dingen gedaan, en dan even heel intens, en dan word ik dat beu, en dan is dat gedaan. En, uh, en ik denk dat dat met comedy ook was, alleen is dat gebleven. Ja. ja. Want je doet het ondertussen al vrij lang. Ja, 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 mij op? Ja. Droog, ja. dat is mijn al een vorig leven, ja. denk ik. Ja, en dat is omdat ik dan nooit beu word. Ja. Omdat dat blijft prikkelen... U blijft fressen mm. En de eerste uh, stappen in, in de comedywereld, ik, ik, ik wil het bijna niet aanhalen met het zo versleten is, maar het, het Philip Geubels en Colruits zijn gewoon uh, drie woorden die altijd samenvallen. Uh -huh. Uh -huh. En dat is op zich ook niet gênant of zo. Dat is gewoon uw verhaal, uw parcours. Uh -huh. Maar wat ik, wat ik niet al snap is hoe dat je dan in de Colruits met comedy kunt beginnen. Ah, wel, ik... Uh ik was altijd bezig met... oh, kon dat iets doen? Kon dat is doen. En dan. Ik had dan. Uh, ik was een grote fan van een Steven. Een collega van de uit had mij zo illegaal gebrande uh, CD's gegeven van die zalshow. Welke zal show was het? Oh, um, Wacht? Ja, de drie oudste. De drie oudste. Dat we ja. weer wel. Ja, en nog een andere. Uh, uh, ja. ja. Kom speed op. Ja. En. Um, ik dacht, oh, maar dat ziet er zo op dat wil ik ook doen. En dan heb ik zo'n theaterbureau aangeschreven: van, uh, oh, dat hebben we opgezocht en ideeën, workshops. Ik dacht, oh, dan kan ik dat eens doen. Ja. Dus jij zijn een workshop, kan we die gaan volgen? Ja, en dan had ze gevraagd: bereid iets voor. En ik had dan echt zoiets voorbereid, maar heel aan steven, totaal niks dat bij mij ligt of bij mij past. Dat trok ook op geen kloten. Maar gelukkig. De rest die er zat, dat trok ook op niet veel. En dan was er een, een moment in de workshop dat, die, dat de, de staff, Toon van 1, 2, 3, Comedy Club zei: Anders moeten we een stapje terug doen. Want iedereen was ook zenuwachtig. En, hè, doen we een stapje terug. En, en Komt gewoon voor de groep staan. Stelden wij je voor. Leg, dus, leg gewoon wat uit over wie dat je zei, wat dat je doet. En dat was heel raar. En, en Toon had ik hem. Dat, dat, ja, dat is echt stom, maar ik, ik ging voor de groep staan en ik zei: oh, Ik ben Philippe Guibels, ik ben 24 jaar, ik ben al getrouwd en ik werk in de coloruit En ik kreeg een lach, gewoon door, ik, ik zei dat, dat dan gewaard. op nog een zeligere manier. Ja, en dan, ah, ik weet niet, ik heb mijn stem, denk ik, toen al gevonden. En dat is heel belangrijk, dat zal dan Alex misschien ook wel verteld hebben, maar in comedy, uw stem vinden is, is heel belangrijk, ja zeker, want als je zegt van op een nog zieliger manier, dat was dan bewust omdat je dacht dat dat zou kunnen werken. Nee nee, dat was gewoon nee. hoe dat toeval ik dat was. Ja. Maar dat vond ik ook wel toen ik uw eerste werk de voorbije dagen onder ogen kreeg in uw huidige <laughs> werk. Je hebt uiteraard uw bijzondere klankkleur, maar in uw manier van spreken, maar die was toen wel, vond ik, een, een beetje, ja, ofwel een uitvergroting bewust, ofwel door stress en zenuwen en spanning ja, meer dat ik liet de micro ook expres op een statief staan in het begin deed ik dat niet maar ik was zo aan het ijsberen over dat podium ik dacht, weet je wat ik zit hier in dat statief en dan kan ik niet bewegen maar dan zit je met zo'n ingehouden verschrikkelijke spanning in je lijf ja, maar dat gaf wel een speciaal effect dat is duidelijk want je zegt, Ik kon dan een workshop volgen, ik schrijf mij de vriend omdat ik kreeg een dvd van Hans Steven, van een collega in de Colruids, En ik vond dat fantastisch. En ik dacht, ik wil dat misschien ook wel doen. Maar je zou bijna durven denken dat je comedy kunt leren. Terwijl ik wel denk dat dat echt een specifiek talent is dat je moet bezitten. Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Um, het is niet dat er, ik weet niet wie dat er van die workshop toch nog is overgebleven. Ik weet, ik weet niet ja. wat u betreft, maar ik ken ja. eigenlijk vrij weinig grappige mensen. Ja. Je hebt wel, heb wel, en dat vind ik het meest pijnlijk en triest: mensen die denken dat ze grappig zijn en ja. dan voortdurend. Ja. Ja. Slechte, ja, maar je hebt ook omgekeerd: je hebt ook mensen die naast het podium ongelooflijk grappig zijn en vanaf het die op het podium staan, niet meer. Ah ja, dat natuurlijk. Is, allez, ja. Zeker. Ja, ja ik, ik kom af en toe wijs naar de Joker. Uh, ik, vind het wel, ik vind het wel plezant om ook zoiets beginnen te stand-up comedians, meteen. Mm, ja. En je hebt er ook echt alle mogelijke niveaus in, maar sommige gasten hebben misschien gewoon tijd nodig, denk ik. Jij hebt op dat vlak wel. Een gelukje misschien, dat je direct stond. Of dat je direct gepasseerd ja. werd. Mm -hmm. Ja. Maar allee, je mocht wel niet. Allee, ja, zeker. Maar onderschat niet de hoeveelheid werk dat ik daarin stak. Ik was... Daar kon... Vanaf dat ik die smaak te pakken had. Vanaf dat ik na die workshop. En, dan... en ik was dan eens gaan optreden in Hoeselt. Dat was dan mijn eerste optreden. Dat marcheerde KGO. En vanaf dat optreden was ik, ik alleen nog maar met comedy bezig was, zat ik constant achter mijn computer. Allee, was ik daarmee bezig? Ja, en, en was ik kant voor Daar is vijf minuten, daar is vijf minuten. Allee, daar. Ja, snap ik. Um, dus ja, het is, het is een stuk geluk, maar het is, ik heb er ook wel hard voor gewerkt. Ja. Nou. Ongetwijfeld. Ik kan, kan niet anders. En we zouden deze parcours niet gereden hebben. Maar Dat van Hoesel vind ik interessant. Want je zegt dat was eigenlijk mijn eerste try-out. Of echt optreden? Ja, dat was zo voor mij mijn eerste optreden. als stand-up comedian dan. Uh... Hoe leef je daar naartoe? Ja, dat is verschrikkelijk. Ja? Ja, en dat is ook in de notto met een hoop vrienden die nog meegingen. Bijna en, en, uh, uh, ja, heel uh, jong en, en ah, ja, sympathiek, he? maar niet ja. professioneel. Ja, uh, bedoelde niet professioneel. Ja, zo'n beetje geïmproviseerd bijna, denk ik, nee? Nee nee, dat was, nee, nee, ik wist heel goed wat ik... Alleen, dat was Je wist wel dat je goed materiaal had? Ja, nee, dat wist ik niet, maar alleen, ik, ja, ik hoopte dat ik... Ik had sinds mijn best gedaan ja. om goed materiaal te schrijven. En was dat dan een verzameling van de dingen waarvan je wist dat hij werkte van de koleraar tot op café, tot bij vrienden? Ik of was dat had... ook echt geschreven zoals je het nu schrijft? Dat is geschreven zoals ik het nu schrijf, ja. Straf? Ja. Ja, straf? Ja. Uh, hoe oud uh, word je toen, ongeveer? Ik, ik denk, twintig ja, jaar, 23, 24 ja, jong, jaar. Toch? Of 22, ik weet niet. Dat ja, 2005. welk jaar zijn we nu? 22. Ja. En we zijn nu 41. Jij ja. kunt dat uitrekenen. 17, 24 jaar. Ja. Stevig. Uh, en als je dan in Hoeselt optreedt en je voelt... Ja, die eerste lach is belangrijk, denk ik. Voor de comedian dat is dat een beetje zo een aanmoedigingsslag. En dat je dan vertrekt en je voelt dat je de zaal mee hebt. Is dat orgastisch? Dat is fantastisch. Ja. Daarvoor ik het dood, maar echt al zien mijn benen waren elastiek. en... en oh. Ja, maar als het amasseert is dat wel fantastisch. Ja. En verslavend? Het was trouwens in hoeligen, mijn eerste. Ah, is was, was al wat verder. Hoeligen ja. beschilde ja. ja. Dat is vlakbij met de ja. En is dat verslavend? Zit jij verslaafd dat om is, de lach? Ja, ik heb dat, Ja. Ik denk het wel. Ik vrees. Ja, ik, ik treed enorm. Ik heb dat nu terug gemerkt. Ik heb een tijd door corona de keuze gemaakt om meer TV-werk te doen. Ik mm -hmm. had gelukkig die luxe. Um, uh, maar ik merk nu wel terug hoe graag dat ik voor een zaal sta. Ja, dat is Is dat nog leuker ja. dan TV? Ja. 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 ja, dat is echt voor mij. Is dat, ja. Omdat je instant reactie krijgt? Of zie je ja. TV, TV is ja. uitgesteld. Je, je hoort wel welke kijkcijfers je haalt. maar je hebt geen publiek? Nee. En je zit met een heel ploeg. Elk ding dat, dat de kijker te zien krijgt, is, is 35 keer omgedraaid. En, ja. dingen. En, en dat is ook wel. Als ik op het podium staan, is ook alles 100 keer. Allee, anders, ja. Bekeken en omgedraaid. En ver allee, soms, ik verzet soms woorden in een zin om het beter te laten marcheren Dat ga echt... Allee, dat is... Tot in detail, uh, mm. dat ik daarover um, bezig ben. Dat is een groot verschil met wat de Alex doet. De Alex kan echt... Je neemt wat ideeën. Allee, en je werkt daar ook heel hard aan. Hè? Maar ik wil zeggen, ik schrijf alles tot op de letter uit. Eh. Ja, en, en, uh, ja. dat, dat is verschillen Sommige comedians... Schrijven één woord van ik wil het daarover hebben en ik heb daar een grappig stuk over en ik kan dat allez. Het is gevaarlijk ook, hè? denk ik. Welk? Als je maar gewoon een aantal trefwoorden in mind hebt en je gaat dan optreden, dan kan het ook wel eens een pijnlijke worden, zou ik denken. Nee? Ja, ja, daarvoor doe je dan niet draaien. Jij bent een perfectionist op dat vlak. Ja, nee, ja, ja, ja maar, maar ik denk niet dat dat. Ik denk dat een Alex zeker een even grote perfectionist is, dat bedoel ik niet. Het is meer een manier van werken gewoon om, om tot resultaten te komen. Ja. Je doet die workshop, je doet die try-outs. Ik denk dat die periode, corrigeer me als ik het mis heb, ook um, de Lunatic Comedy Awards of Comedy... Uh, en Lunatic Comedy uh, Awards of, of zoiets heb ik ja. ook gedaan, ja. Daar heb, je, daar heb je gewonnen. Ja. ja. Dat was de eerste wedstrijd dat je won. Ja. En ik denk in de finale met uh, Xander en Joost van Hift, Xander... Uh, Xander de, de Rijke en Joost van Hifte, de finalisten. Uh, je komt die Xander de, Alexander de nog eens tegen in de comedy casino. -cube. Maar wij kwamen elkaar al een tijd tegen. Ja, ja. De eerste keer dat ik de Xander zag, je was op een wedstrijd. Ja. Die hij toen gewonnen heeft. Um, oh, maar hoe dat die je noemde, dat weet ik niet meer. Mag niet uit. En je zit dan nadien een beetje de Natalia van de comedy geworden. <laughs> omdat je, je tweede. Dus dat je een mooie stem hebt. Ja, ook. Ja. ook? Ja. Nee, maar Natalia, uh, ooit uh, de finale, de duim moeten leggen tegen Peter Evraag, maar nadien de, toch wel de grotere carrière van de twee in de muziek uitgebouwd. Jij mm -hmm. in de comedy ook, ja. als, als, als vice-kampioen, ik zal het zo uitdrukken, uh, toch wel als een raket, uh, mm -hmm. of ja. een meter lucht ingeschoten. Is dat de brug geweest tussen uw comedy starts en televisie, de Comedy Casino Cup? Ja, dat en... Een deelname in de slimste mens, ja. Dat was iets heel raar. Ik, ik, ik denk, communicatie in casino's zeker En, en daar, ben ik, daar was al een groter publiek, maar dan werd ik ook, uh, denk ik, naar aanleiding van dat uitgenodigd bij, um, bij de slimste mens. Dat is best, denk ik. Ja, hebt gelijk. Het is voor niemand gemakkelijk. <laughs> um, wat, wat, ik heb maar één aflevering gedaan daar, maar dat was wel toen... Een, een heel goede aflevering, laat ons zeggen. Uh, ja. En dat heeft nou, wel veel uh, deuren. Allee, dat. Ja, ik weet niet, dat ging heel hard rond, gewoon die deelname. Ja. Ja. Waardoor uh, ik dan ook weer in de laatste show mocht gaan zitten. En, ja, ja dus daar is het een beetje uh, ja. gestart, de Vonk, TV-vonk. Ja. Ja, ja. ja, maar ook volle zalen. Hè. Ook ja. daardoor allee, kwamen er ook wel veel mensen kijken in de zaal. Ik stond. Eigenlijk was ik er helemaal nog niet klaar voor ten tijde van droog. Um, maar ja, ik dacht wel, ja, de moment is er nu, dus ik kan hem pakken. Tuurlijk. Um, maar ik was eigenlijk helemaal zelfs nog niet klaar voor een volledige zaalshow. Je dat, dat ja. show was ook te kort, eigenlijk. Dat, dat, ja. Ik moet toch zeggen, ja. ik heb droog toen eens herbekeken. En ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik droog zag, was ik zelf toen een jong manje uiteraard, of een jongen twintiger. Uh, dat was wel een bom. En hm. iedereen spreekt er recht over. Ja, iedereen, ja, la dat dat was, was, ja. maincher. Dat was ook een heel verfrissend uh, gezicht in het comedylandschap, Dat eigenlijk tot dan ontbeginnen was in Vlaanderen, maar je zo wel altijd dezelfde namen. En jij wordt wel. Ja, ja. ja dat kan. Ja. Ja, dat ik heb je op andere manieren ervaren. Natuurlijk, dat is logisch. Want uw eerste deelname aan Ons Slimste Mens als kandidaat. Heb je dat zelf uh, qua aanloop jezelf voorgenomen van kijk, ik wil echt doorgaan? Of was dat vooral, ik wil vooral grappig zijn om mijn comedy te etaleren? Ik zat daar juist hetzelfde als uh, mijn examenperiode in middelbaar. <laughs> Waardoor denk ik dat het heel goed ging, uh, ja. ja. Ik zat er met een soort chemin um, Ik denk dat ik zelf ook weer daar het, het belang niet in zag van ik moet dat hier heel goed doen. Ja, ja. Ik, ik, ben, ik, uh, ik heb zelf ook ooit deelgenomen aan slimste Mensen, maar ik ben vooral ook fan van het uh, concert. Ik vind, ik vind het een ongelooflijke tv-programma. Het gaat zelfs veel verder als tv, het is een instituut geworden, denk ik. Maar er zijn dus een aantal deelnames, die van u, uw eerste keer, die van de Robin Pront, vond ik ook heel grappig. Uh, die heeft ook zo management footisme deelgenomen. Ja. Frank Lammers had dat ook, uh -huh. vond ik. Um, dat zijn wel inderdaad mensen die bijblijven en die daar misschien een grotere springplank krijgen dan dat je een aantal afleveringen je kennis deelt. Dat kan. Ja, ja, ja natuurlijk. Als je als komiek wilt dat de mensen in je zaal uh, zitten, is het belangrijker om daar grappig te zijn dan dat ja, ja. je daar slim zit. Het, is dat, het ja. is dat. Want toen worden uiteraard nog geen jurylied bent uh, dan droog gebracht en een gigantische succes was. En uh, ik heb het al gezegd, ik, ik vind nu. Hilarisch. Ik ben ongelooflijk uh, fan om -on wordt kiezen, wat je allemaal hebt gedaan. Maar uw tweede show, uh, hoe moet het nu verder? Mm -hmm. uh, vond ik eigenlijk wel heel snel volgen, op mm -hmm. droog en misschien, als jij mag zeggen, een beetje te snel. Ja. Vond ik soms. Mm -hmm. Ik vond hem grappig, maar je wordt wel in, in uh, een, een, een roulement beland. Dat ik dacht van dat is. Dat, dat is bijna onmogelijk om na droog zo snel al tweed een tweede topshow te knallen. Nee, en ik was ondertussen ook tv-programma's al maken. Voilà. En uh, Ja, ik ben, ik ben er ook niet zo content mee met die show. Ja. Dat is te streng ding. Ik. ik vind dat heel moeilijk om die terug te zien. Ja, ja ik heb nog eens teruggezien. Ja. Uh, ja. Maar ik vind wel dat er zeker goede dingen in zaten. Maar, maar, ja. Werd je toen onder druk gezet om dat te brengen? Oh... Ja, maar ook wel door mezelf. Ja. Ja. De honger was te groot. Het gevoel van het kan morgen gedaan zijn was te groot. Ja. Hmm. Dat snap ik. <laughs> het gevoel van ik moet het nu doen, want morgen kan het gedaan zijn. Was, was bij mij, is bij mij altijd heel groot. Ja. Want toen je die show bracht, begrijp je dat goed? Dat je zegt van ik stond er misschien niet voor 100% achter? Ja, dat begreep ik goed ja ik bleef dat moeilijk vinden ik, ik bleef wel werken om die beter te krijgen maar dat lukte mij niet op een of andere manier en ik vond dat heel frustrerend ja, ik, ik, ja, ik had het gevoel altijd als ik van het podium dat, eigenlijk die show vrat energie omdat zo. normaal stapte van het podium en dan denk je van kus, hey, ik heb het nee, ja. alleege publiek geeft u dingen en, en, en ja, dat had ik niet altijd maar heel vaak had ik dat wel een beetje met die show dat zo mijn eigen was schaam. alleen ik kan... Ja, ik dat, is mijn... dat is overdreven. Ja, overdreven, ja, ja. Maar dat is misschien overdreven, maar dat was het gevoel wel dat ik het, ja. Waardoor had. Waardoor die show dan ook altijd maar korter en korter werd en... en... Ja, dat daar... lijkt me verschrikkelijk ja. om als comedian op een podium te moeten kruipen en je uw, uh, uw show te doen terwijl je er zelf niet helemaal achter staat. Mm. Dan pak je het ook niet, denk, denk oh. ik. het was het was oké, okay, maar het was niet wat dat droog en dat bleef mij altijd storen. Op. Ja, want ze wouden dan vanuit het televisielandschap al om mouwen trekken. Nee, toen was ik echt al tv-programma's aan het doen. Ja. En welke programma's wou het daar aan het begin? In <laughs> mijn denk ah, ik. Ah ja, in mijn dus uh, met Jan gaan Loveren. Uh, ja. Um, ja, ik, ik weet niet meer juist de tijdspanzen. Nee, okay. uh, en als jury liet in de slimste, waarschijnlijk. Ja. ja. Maar ja, die een tweede, dat is... Dat is uh dat is gewoon ook de moeilijkste. Dat, dat snap is voor ik. iedereen. Ja. Dat ja. Dat. En, en je moet ook rekenen, ik was toen, ik weet niet, vijf of zes jaar bezig. Je hebt stand-up comedians die vijf of zes jaar bezig zijn om in een eerste show te maken. Natuurlijk. En snapte om, om. Dus ik was ook gewoon nog te onervaren en te. Ja. Maar droog was ook zo'n gigantische knaller dat het bijna onmogelijk beter kon, de tweede. Dus dat is, dat is een beetje het lot, uh, of de prijs die ik betaald heb. Maar misschien was een derde dan ook niet zo goed geweest als een tweede. Snap je? Hmm. Dus misschien ja, ja. dus. ja, was dat een Ligt daar uh, wakker we van op zo'n moment? Nee. Toon. Ja? Ja. ja, tuurlijk. Ja. Ja. Omdat je toch een manfootisme hebt, dus een Ja, maar niet op dat gebied. Nee? nee, niet op echt die shows, dat is altijd voor mij een. een uh, ja, ik weet niet, ik ben er van in het begin, ik zeg het na oling, heel ambitieus in, in geweest. En ik had altijd heel hard voor gewerkt en, en, en daardoor wist ik ook van ah fuck deze is iets dat, deze zo voelt het dus om iets graag te doen en voor iets te willen werken en dan ervoor, ik heb in bakkerijen in BNO Rij en in de uit. ik deed dat wel en maar ja, ik snap het ik begreep nooit mensen die hard wouden werken tot ik mijn ja, ding gevonden had dat is ja, dat is ja, want jij werkt waarschijnlijk harder als gelijk wie bij wijze van spreken als je comedy maakt wil dat is zo'n proces kan ik me voorstellen mm. um, je zit er nog mee heel veel andere dingen bezig dat het schuren iets uh, zijn in slimste mens ja dat, is, de... das, dat voelt valt voor mij niet als werk alleen voelt... um, de moment zelf moeten er staan en moeten dingen maar ik heb daar ook nul voorbereiding voor dus dat is gewoon de naar toe gaan en er gaan zitten dat dus dat kunnen dat is op zich voor mij dat, ja ik kan niet zeggen dat dat hard werken is. Ik kan dat echt niet zeggen. Ik herinner me wel een bepaald seizoen, ik weet niet meer het welk, dat jij vast zuur liet worden, maar echt ah. elke aflevering. Ja. En ah. toen dacht ik wel naar aflevering 2: Fuck, dat moet toch echt enorm hard zijn voor je of zwaar werken? Je moet altijd weg opladen, toch ja, grappig zijn? Oké, okay. dat was, dat was, het, was, het was een goed idee dat ik elke aflevering ging doen en dan altijd met iemand anders naast mij. Op papier was dat een goed idee, maar dat was inderdaad, dat was, dat was een beetje voor mij het seizoen. Toen heb ik mijn eigen een beetje verbrand in de zin van uh, dat ik daarna heb gezegd oh ik ben buik ik, ja, Snap ik, ik wel. kan niet meer komen. Snap ik wel. Ja. de Neri heeft mij dan altijd overtuigd. Ja maar alleen Dat ik, kan Dan kan hem he. terug. Hè, nou. Erik ja, en ondertussen en... vind ik het terug heel plezant. Ja, dat, snap, dat zie ik ook, maar ik, de, de vreugde spat er vanaf. Het is ook een heel plezant uh, concept en je voelt je er als een vis in het water, maar ik zeg het, dat seizoen van elke aflevering dacht ik, dat is veel. En ik denk, ik kan me vergissen, corrigeer me, maar ik denk dat je dan ook kort nadien je contract bij 1 hebt getekend. Nee? Nou, dat zou kunnen. Nou. Want je, je waart mee een van de, of het schermgezicht van de nieuwe vierzender, de woestijnvis, televisiezender... Ja. Uh, ik denk 2011 ongeveer. Uh, ja, dat kan. Ja. Ik, ik kan u niet helpen in tijd. Ja, leiden, ik denk dat het uh, een, een goede tien jaar geleden moet zijn. Uh. En dan, uh, ja, ongelooflijk ambitieus project. Hoe was dat om bij de start van zo'n project te staan? In het begin was dat heel oppezand. <laughs> in het begin was dat heel oppezand, ja. Maar dat werd, wel, dat, werd wel, dat werd moeilijker en moeilijker omdat dat niet lukte. En alleen oh ja. ja. Ja, wat? de verwachtingen er, er, lagen ook zo hoog. Voilà, en er, en er ging ook heel veel volkweeg in. in ja. En eigenlijk had ik met Geubels in de België wel een hit op die zender. Nee, dus dat was eh, wel dat wordt het nog altijd dat was, Ja, dat wordt nog altijd ah, ja. Dat is heel grappig. We hebben soms meer kijkcijfers dan nieuw programma Maar ik, dat is een beetje de ja, ik ben herhalen, <laughs> <FC> De kampioen <laughs> ja, ja, Kijk ja. En ik ja, vond ja, dat zo genant. Zo, de, de, toen ze, als ze een derde keer aan het heruitzonden, ik vond dat echt heel gênant. Ik dacht, mannetjes, je kunt dat niet, toch niet terug het heruitzenden. Voila, ja. Maar op de neus is dat zoiets geworden van... Ja, elke keer bleef er, er keihard volk naar kijken. Weg. Je zat niet weg. En, en je denkt van... Ja, en, en als je het niet wilt zien, kijk dan naar iets anders, hè. Alleen zo, ja. ja. Maar ik vond het in het begin wel een beetje gênant dat ze dat bleven uitzenden. Ja, ik... ik had wel een beetje schrik van, ja, ik ga deze, ze gaan mij helemaal opbranden. Allee, snap je? Ja, ja het, het, het valt mij op. Ik, ik kijk uh, eigenlijk vrij weinig live-tv's, wel uitgesteld veel. Um, maar als het opstaat, ik zap wel niet weg. Het is, het is gewoon een is, top ook. Het is heel gênant om te zeggen, maar als ik erop kom. Ik heb ah, oh voilà. niet... Voilà. Nee, je het gelijk. Ik denk, omdat ik kijk er wel mee heel veel plezier. Gewoon, voor mij hangt er dan nog veel meer aan. Je hebt die personages, geet, ja, allee, die, nou, die ja. periode gewoon. En ik denk, oh ja, oh, en dat hebben we toch goed gedaan. Allee, zo, ik kan er wel mee met plezier. Dat is wel iets waar ik fier op ben. 100% um, terecht. Omdat, ja, het eerste seizoen hebben we echt. Daar heb ik heel hard aan gewerkt. En ik weet dat ik toen ook nog. Toen ben ik ook in therapie weer gegaan, omdat ik volledig eronder door zat. Omdat ja? ik echt... Ja, ik had er zo hard aan gewerkt. En dat, zie je dat was toen ook voor mij nog mijn tv-programma uh, uh, ja. uitkomen. Was, was, dat is niet dat ik dat al zo gewoon was. alleen uh, hmm. het was ook zo echt alleen van mij. Ik was echt het gezicht en... en ik had dat veel te belangrijk gemaakt, die kop En ik had er echt heel hard over. Ik denk, als dat toen slecht had gescoord, dat, 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 dat weet ik niet. Dan had ik echt kapot gegaan, denk ik. Snap ja. ik. Maar het was ook voor vier de Hoop in Bange Dagen toen, denk ik. Ja, we hadden heel goed kijkers. Ja, ja, niet normaal. Ja. Uh, Zeker maar, voor op die zinnen, dat ging soms. Dat was echt 7 800.000 kijkers. Allee, ja, dat, dat is, ja. is uh, En meer, ja. denk ik zelfs. Ja. Maar. Um, ik had toen als kijker wat gevoel van eigenlijk geeft Filip Jeubels hier een beetje een zaalshow weg want dat is toch een of ja. verschillende zaalshows zelf Er zaten zoveel zoveel top grappen ja. in verwerkt dat als je daar op, op lijst dat je wel een een of meerdere volwaardige zaalshows hebt ja toch, ik weet het ja. en dat is niet erg want op zich is ook ja. wel misschien... maar het ding is je maakt dat niet alleen hè. ik heb dat alleen. seizoen 1 heb ik echt mee... Echt heel weinig volk. Uh, en dat, maar dan, omdat dat dan gewoon marcheerde, dan kreeg, de, kreeg ik voor het tweede seizoen meer volk. Dus ik moet wel allee, ja. niet al het krediet gaan naar mij. Ik nee, maar dat is altijd zo hè. Uh, heel goede schrijvers. Ja. Um, allee. Tuurlijk. Ik maar weet, maar ik, heb, ik heb ook het geluk gehad. Um, want ik kan ik hier wel graaf zitten doen, Maar ik ben altijd. Mijn geluk is ook geweest. Ik, heb, ik ben altijd omringd geweest door heel talentvolle, goeie mensen die mij heel veel gegund hebben en heel veel uh, van hun talent cadeau hebben gedaan om te schitteren. Uh, ja. Dat is heel correct van u, Philippe, maar <laughs> dat is iets te veel mediatraining. Ik wil, nee, dat is geen mediatraining. Nee, maar als dat, is, dat, is, binnen, dat is oprecht. Dat is echt, ik meen het oprecht. Ik. Maar je bent wel de afwerker dan en dat is het moeilijkste, sorry dat ik het zeg. Dat is het moeilijkste. Als het gaat over humor, ken heel veel gasten die inderdaad op café grappig zijn. Maar gewoon maar eens op het podium staan. Werk het maar eens af. Verzamelt al lach. Dat is toch het moeilijkste dat is, denk ik, in die wereld. Ja, maar het schrijven ook. En daar ben ik dan minder in. Dus ja, dat is. Een goede team. Teamwork, ja, teamprestatie. Wat ik denk, Geubels in de Belgen. Volgens mij losjes geïnspireerd op uh, John nee, Bishop's. Losjes, Britain. dat, is, dat is. Nee, dat is echt gekocht daarvoor ja, en, voilà, en gemaakt. Ja. Ja, dat is niet ge losjes een, geïnspireerd. Maar dat is John Bishop's ja. Britain, denk ik. Of, uh, ja, of Mark Bishop's. John Bishop's Great Britain. Ja. Ja. ja, ik heb er een paar flavors van gezien. Dat is echt Britse humor. Ja. Dat moet er zijn. Ja. Maar ik zag inderdaad ook zo die uh, filmpjes ertussen gemonteerd. Waar je dan, ja, dat is inderdaad Geubels in de Belgen. Ja. Uh, maar ik vind. van Geubels in de Belgen veel gehad hier. Merci, merci. ja. Je ja. moet er voor zijn, hè, voor Britse nummer ja ik, uh, vond die, het is, ik zag die in John Bishop en ik zei, oh, dat wil ik doen, dat vind ik fantastisch. Kunnen we dat kopen? En je kon dat kopen. En, voilà. en, ja. en, maar je moet het dan natuurlijk, allez, de invulling moet nog doen. Hè. Dus en wij dat is konden, succes. Wij konden echt, ik denk dat we drie grappen gebruikt hebben uit de originele Pff. versie. En de rest hebben dat snap ik, met die eigenheid van, van het volk net de grap is. Ja. Um, wat je dan daarna de Hollandse versie gemocht als Geubels en de Idioten? Uh, uh, nee. nee – Nee, ik weet het niet. Ah. Geubels en <laughs> de Hollanders uiteraard. Ja. Ja. Uh, was dat voor u een moeilijkere, omdat je... Ja. Ja. Omdat je, je zijn minder bekend bent met... Uh, Finesses. Ja. 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 Maar pas op, in Holland marcheren dat heel goed. Hè. Alleen, ja, de VRT... Uh, ja de VRT dat dan gekocht en ook hieruit gezonden ja en dat, dat vind ik soms moeilijk um, omdat ik, ik heb dat wel echt gemaakt voor de hollandse markt ja. en dan kreeg je soms hier commentaar ook ja, van geubels in de belgië toch beter ja dat snap ik wel omdat ja ja um. het is altijd grappiger als het over wij toch ja. dus de hollanders gewoon ja. de hollanders beter vinden dan geubels in de belgië denk ik denk ik. Die had ja. om hun eigen te lachen. Ja. Zelfs spot werkt. Hè? Ja, ja, dat is. Dat ja. is ja. Was dat was dat een moeilijke dat afscheid zo rond uh, 17 of zo. Door de, van van vier tot de t was dat moeilijk voor u? Nee, 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 nee. Ik was er wel helemaal klaar voor. Ja. Maar de andere ook? Want dat is een, je, wel, je lot wel je je Kevin de Bruyne vertrekken naar een concurrent. Ah, <laughs> zo. En je maakt ook uh, vrienden als je tv maakt, denk ik? je zeker. werkt niet eens samen? Ja. Um, ja, als ja, je het nu zo zegt. Ik heb niet de indruk, indruk dat ik er vrienden door verloren ben. Nee. Uh, ja. Want Erik van ja. Looij, toen hij meer zat, zei van ja, Filip Gubels, ik spreek er nooit meer tegen. Hij heeft ja. mij verlaten. Ja, maar daar ben ik heel blij om. Allee, <laughs> ik kan die mens niet rekenen of zien. Dus, uh... dat, dat vond ik wel... Ik ben aan een instinker, toen je dan het gezicht werd van een vier, dat ze u als eerste programma die een Dr. Livingston, ik, ik denk op dit moment, opgedrongen hebben. Ik denk niet dat het uw idee was. Nee, zeker niet mijn idee, maar ik was wel enthousiast om, uh, om het mee te doen. Ja. Toch? Want ja, ja. ik vond het een topreeks. Ik heb het ook uh, gisteren trouwens, de eerste aflevering... Als je gewoon googelt, kom je op bepaalde sites waar dat volledig te Allee. herbekijken is. En ik vind dat echt supergoed in tv. Echt waar. Ik, vond dat, ik heb dat graag herbekeken. Maar ik had wel de indruk ook wel... Het kan niet, meer, het kan niet verder van Filip Geubels persoonlijkheid liggen dan dat. Ja, maar... Ja, maar dat weet het pas... Ik bedoel, dat dacht ik dus ook toen. Dat ik dat boeg ging doen, dan, dan, zou ook, dan had er ook niemand verwacht dat ik mensen kon interviewen. Ja, en, mm -hmm. ja je moet het maar. Ja. Ja, maar je hebt dan agorafobie, Pleinvrees. Ja, uh, dat was het. dat veel was, kwaad. Ik, ja. ik zie nu op een boot zitten, een ferry naar Sudan. Dat was verschrikkelijk. Ja, dat was verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk. Dat kan ik wel echt, dat, wat ik daar. Maar het goede is, als je dan terugkomt. Ze wel gegroeid en, ja. uh, en ze hebben wel gegroeid. En ik ben ook daarna echt beginnen reizen, waar ik ervoor niet durfde. Ik durfde dat gewoon niet. En de toon heb ik echt geleerd van, fuck it, gewoon doen. En um, ja, dat, dat deed, pas op, dat, was, dat programma, doen, heeft wel echt voor een verandering in mijn leven gezorgd. Okay. Ja. Want ja. klopt dat vooral dat jij voor dat programma nog nooit buiten Europa? Nee, Allee. dat denk ik niet. Nee. En zelfs binnen Europa was voor mij op reis gewoon echt Is maf. de hel. Dat was de hel. Als in, in de weken, de dagen voordat we moesten vertrekken, lichamelijk ziek, uh, diarree, mottig, oh, uh, ja. dingen denken van mij, het gaat niet goed met mij en ik kon juist op verlof vertrekken. <laughs> ja. En dan daar één dag zijn en ineens zijn alle symptomen verdwenen en gaat alles goed, en, Maf. Uh, ja, Totdat ze terug moesten vertrekken. Dat <laughs> ja. zijn hier gewoon smossen, Filip. Ja. Krijg je maar een beetje water? Uh, of orangine? Nee. nee, ik heb het. Ik heb het. <coughs> Want volgens mij was Dr. Livingstone ook. Ja, ze begonnen in Egypte. En dat was een tijde van de Egyptische revolutie, denk ik. Nee. Mm, in nee. Mubarak. Ah, dat of toch weet kort daarna? Geen idee. Oei. Dat zijn dingen die om mij voorbij dat, dat Dat weet ik echt niet. Je had toen op het Tarirplein in Egypte echt in een gigantische opstand. Die compleet uit de hand gelopen is. Ja, daar heb ik klaar. van gehoord. Ja, voilà. maar Ik weet niet dat dat toen was. Want ja, zeg. maar je had toen nog bodyguards bij, zag ik. Ah ja, dat wel, ja, ja, dat was zo. Want als ik ging pissen in de, in de woestijn. Dan stapte, die stapten echt mee uit. Je hebt op je gesprek gesproken. Oei, tjist, oei, oei mei, dat dat een klein dat... beetje. Ja, dat is van de zenuwen. Hè? Die, die, dat zweet begint door een tepel te oh, drukken. Daarmee denk ik altijd iets donker draag als Stim. ik opnames heb. Dat Daar kan ik van leren. <lacht> <lacht> uh, ja, nee, ik zei, op die ferry in Sudan zitten, ik kon zelfs niet slapen. Dat was, dat was echt verschrikkelijk. Ja, en dat is weg op tv, zei ik, want in ticht was het nog veel eerder. Dat was echt, ik. ik ja, ik. Hij ik, um, stapte op die... Allee, ten eerste was het al gewoon, die een boot was, we hadden dan een, een kot om te slapen. Maar wij hadden ook zoveel materiaal bij dat eigenlijk het kot voor te slapen helemaal vol stond met materiaal. En dan moesten wij een plek op die boot gaan zoeken om te slapen, maar die boot lag vol. Wij vonden geen plek, dus ja. wij stonden er gewoon van, ja. het is lastig. Uh, want ik ben, allee, je ziet mij dan wel die hele tijd in beeld, maar is is ook een cameraman, een geluidsman, een reporter, allee, dat... Dat was verschrikkelijk. En dan, na lang mochten wij van die kapitein ergens op een stuk van een boot waar geen volk mocht komen, mochten wij daar dan, maar we moesten er dan wel weg voordat het licht werd en dat de mensen ons konden zien. Dus mochten we daar even slapen. Maar ik denk dat wij er nog geen twee uur lagen. Iedereen van de ploeg was al lekker ontronken. En ik had echt. Pijn, maar verschrikkelijk veel pijn. Ik kreeg daar de scheiderij van Ik kan man, niet man. meer. Dus ik heb er dan heel de nacht op de pot gezeten. Allee, dat was. Dat voelde wij het toch verschrikkelijk. Ja, je moet tv was... maken. En plus. Het was een moeilijke reis. Ja. Maar ook fantastisch. en... en ja. Ja. Misschien was dat ook het opzet van de bedenkers om, om u net in een situatie te brengen waarin je nooit Filip Geubels zou verwachten? Uh. Ja, kan. Of toeval, want ik denk, ik zat gewoon op een bureau bij Woestijnwies. Ik weet nog niet of ik al een Geubels in de Belgen bezig was of dat ik gewoon nog een programma aan het zoeken was. En dan kwam Jan Heel voorbij, die zag mij zitten en die zei: Joostig, oh doe je het anders met de Geubels. Hè? En ik, dus ik weet niet dat het zo doordacht was. Oké, okay, het heeft wel gewerkt. Maar ook met Martijn Heelen, ja. een, een super originele combinatie. Uh, ik zie jullie soms ook bellen tijdens die aflevering. Is hij, is hij in scène gezet? Mogen dat nee, weten? dat is echt. Nee, nee, die waren echt ontbellen ja. vanuit de woestijn. Ergens. Ja. ja. Uh, was die ferry naar Sudan het zwaarste van die trip? wat je het veel meegemaakt hè, in die ja, reeks. Echt. Ja, ja. Nee, er was van alles. Maar die ferry was wel een van de ergste, ja. Nou, ooit... ook in Ethiopië. Uh, ja. Ook van angsten hebben we de momenten van Ethiopië naar, Allee, hoe je het, het land ernaast. Naast Ethiopië? Niet Tanzanië. Uh, Dat moet Namibië zijn, nee. Nee, ik weet het niet. Uh, Zanzibar, in de dag, Tanzanië. Ah nee, Ethiopië. En dan... Precies toch in de slimste mensen. Uh, ja, sorry. Uh, nee. uh, Kun je of Kemal helpen? Ja. Alles sinds we waren van Ethiopië naar het land stond treinen en dan in, ja. Eritrea, nee. Het buurland van Ethiopië wilde zeggen. Ja, 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 dat wel. Okay. Ja. Dus we waren er naartoe om te en ineens komen we allemaal militairen. Was was daar een opstand ondergang, Was daar? Ik kom ineens in een soort oorlogssituatie terecht waar je niet wilt zien. Verdiep Ja. En dan zijn we ook moeten terugkeren. Dan moest, en dan zijn we met een vlieger over die probleemzone gevlogen om dan uh, om ons verder te zetten. die heb je op zo met een bangrijk verschrikkelijk ja. verschrikkelijk toen zeker maar nee gewoon nu nog altijd je zijn wel risicoavers. ja ja, ja. ja. Uh. maar ook weer dat is ook weer heel tegenstrijdig ja, ja want ik ja, lijkt ook ik al zoek ook niet. wel kicks op en ik zoek ook wel spanning op en, en ja dat is ik, ik kan het niet snap ik Gezien dat, de man die dat eventueel, uh, Je kent heel veel van medicatie ook, heb ik uh, mm -hmm. ontdekt. Ja. Gezien iemand die op reis ook altijd alles bij heeft, zelfs mm -hmm. antibiotica. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd zoekt hij ook wel af en toe die prikkels op. Zit jij iemand die sindsdien ook in uw privéreis met je vrouw en uw dochter nu of zo, ook zo de avontuur opzoekt of weer wel luxe en comfort? Luxe en comfort. Ja. 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 Voor onze dochter niet, dan, dan hebben heb we echt zowel zo in Australië gaan rondreizen met een mobiloon, en, in en Noord-Amerika geweest. Oké. Okay. Maar ja, mijn vrouw is dan per ongeluk zwanger geworden. En dan. Ik ben dan niet de man die zo met een driejarig kind Thailand gaat doortrekken of zo. Ik denk nee. dat kind heeft er niks aan. Zo'n zak, zo'n best. Een kind heeft er niks aan, wij hebben er niks aan. Allee, dat. Was dat niet de bedoeling om uh, uw mooie dochter op de deur te zetten? Ja, wel, maar niet zo rap. Ah, ja. Ja, het was een beetje stoem. We hadden een fantastische reis naar Amerika. En, en eigenlijk was de bedoeling dat mijn vrouw tijdens die reis of daarna nou zou zwanger worden, maar die is ervoor zwanger ja. geworden, doordat hij op die reis heel een tijd uh, mottig was en, en ja, alleen zwanger was. Ja. Ja. Heeft dat met de mens, Philip Jeubels, veel. Teweeggebracht of veranderd het vaderschap? Ja, ja, ja. Wat we er straks zeiden was het belangrijkste, natuurlijk. Zo in zo, mij heel hard geconfronteerd met, met verdriet van, van, van mijn mama. Um, oh. Zo, de, ineens, het, het, ja, ik had pas, toen pas ineens precies door de, de zwaarte van wat ja. ik had meegemaakt, zelf pas door of zo. Um, en natuurlijk, ja, zo, ja. Je hoort wat voor, ja, wel voor... Ik kan, kan zeggen, je hoort wel voorzichtig, maar eigenlijk... Oh. Ook niet. Maar belangrijk niet. Ja, Eén dag. Ja. De, de dag dat je weer kater hebt en denkt, ik mag deze niet meer doen. Ik heb een dochter. Allee. Ik ken het. <laughs> ik ken het. Maar twee dagen daarna... Van uh, ja. Ja. de papa is Filip Jeuvels. een strenge vader of mm -hmm. valt er goed mee? Ja, mm -hmm. toch? Allee, voor een dochter? Ik kan dat niet. Ja. Ik kan niet streng zijn maar, maar minder en minder. Dus ik... ik, ik ik ben zelf ook streng opgevallen. Ik ben heel vrij opgevoed, maar wel op een bepaalde manier ook heel streng op een bepaalde vlakken. En ik heb dat meegepakt. En, maar nu denk ik soms: oh, eigenlijk. Ik ben te streng geweest al. Waardoor ik nu een, een, denk ik, een dochter heb die heel goed luistert en veel respect heeft voor mij. Maar soms denk ik oh, dat had ook mee wat minder kunnen. ja. Ja, ik, ik, ja. ik slaag er niet in om streng te zijn van mijn dochters. Tot, tot grote spijt van mijn uh, vrouwen die dan altijd te streng moet zijn. Ja. Uh, bij mij is dat het plezier. En, en als ze te veel uh, snoepen, nog wat snoep, stiekem over tafel. Of, ah ja, nee, uh, dat donk dat ik dus niet. Nee. Maar, maar wel plezier. Hè? Ik vind dat ook belangrijk. We lachen veel samen. Maar ik heb wel zo bepaalde principes waar ik niet van afwijk. Ja. Ik denk dat dat gezond is. Ik denk dat gezond is. Uh, zeker in deze tijden. Uw vrouwke, jij. Wordt er al mee samen toen dat uh, droog een knaller werd? Ik was er al mee samen toen ik in de Ik was zelfs al met mijn vrouw samen voor de college. Allee? Uh, ja. Van mijn negentien. Dat is okay. fantastisch. Ja, ik, ik was ook al met mijn vrouw samen toen ik nog in de sociale woonblokken in Deurne-Zuid woonde bij ons moeder en nog rechten studeerde. Uh, ik vind dat altijd wel een voordeel, omdat wat er ook gebeurt in een mensleven, dat kun je nooit op voorraad inschatten, maar wat wel zeker... Is, is dat volgens mij uh, geen enkele andere vrouw ooit um, dat parcours zal meerijden. Dus ik vind dat wel ook een gigantische troef. Ik vind dat heel leuk en warm dat mijn vrouwke die periode ook heeft gekend. Mm -hmm. uh, Want beroemdheid erotiseert. Ik kan me inbeelden dat er ook... Heel veel. Uh, Bij u misschien, maar ik heb er uh, nog niet veel van gemerkt, om eerlijk te door, zijn. Uh. Ik heb iets optreden uh, optreden van u meegemaakt dat toch veel sleepjes naar uw kop werden gesmeten vanuit het publiek. Ja, ja, ja van, van oudere dames wel, maar. Ik uh, <laughs> die grote ja. ja, nee, daar heb ik nog niet veel van gemerkt. Nee. Ik denk beroemdheid erotiseert dat je Mink Jagger zei, of uh, Freddie Mercury. Of, of, of ik die ik strafpleiter heb, uh, met en brillen en zo. Een komiek dat over zo'n vrouw is aan en weet ik wat allemaal met mijn stem en dingen, dat, dat erotiseert niet per se. Nee. Nee. ik vind dat ook niet erg. Het is oké. Okay. Ik maar, weet, ik, uh, ik... Ja, het is oké. Okay. Maar dat, dat schept toch een aan band als je samen die riet rijdt, denk ik. Van de Colruy tot, uh, ja, tot vandaag. Ja, ja dat is een uniek verhaal? Ja, dat is zo. Je vrouw kan ook een grappige... Ja, ja. Niet op het podium, maar. Ja. <laughs> die heeft u, dat vond ik heel origineel. Die heeft u gedwongen om uh, met vele pushes naar een hotel te gaan of zoiets. Ja. Nee, het was toch zoiets, hè? Ja, ja, ja die vraagt dat ook. Nee. Uh, ja, die kattenhotel gaat. Uh, ja. Dat is ondertussen ook verkocht. Nu verbouwt die huizen. Ja. Oké. Okay. Is dat iets wat u bezighoudt? Je zegt van die zit vast vastgoed, IMO. Uh, zit jij iemand die ver vooruit denkt qua investeringen? Te weinig. ja. Geen pensioensparen, Philip dus? Ik doe dat, maar ook niet te veel. Omdat ik ook, ik, ik, uh, misschien heeft dat ook te maken met wat er met ons mama is gebeurd, maar ik, ik heb al heel mijn leven het gevoel dat, allee, dat morgen gedaan kan zijn. Ja, ik ben Zeer. er heel hard van doordrongen. Ja. Dus ik vind dat heel moeilijk om op lange termijn zo investeringen te doen. Of, of, uh, Oké. Okay. Oh ja, en, en ik ben ook heel slecht met geld, dus ik, ik, ik doe heel veel op. Ja. Mensen die tegen mij zeggen ik ben heel slecht met geld, of een of andere reden denk je dan Pavloviaans instant om een goede tijd, veel plezier. Veel dat wel, hè? Ja, ja. ja. En, maar ik heb dat altijd gehad, dus, dus ik verdien nu gewoon meer waardoor het gemakkelijker wordt, maar, maar een tijd dat ik in de kolder uitwerkte, alleen mijn beste vrienden weten dat, dat ik sastte dat er gewoon door om wat, feestjes? Ja, café en en dingen en ja, wat ik ja plezante dingen hè? ja. Uh, en dat was heel vaak dat ik dan de twintigste van de maand dan met een maat op café ging. Ja, ik heb geen geld bij, dus het is al nu nu, ja. maar maar dan, allee, binnenkort trakteer ik, ik dan terug. <laughs> ja. ja. Uh, met, met, met hard werk je komt uiteraard ook een iets beter, of een iets groter budget, kan ik zo zeggen, uh, niet zelden. Om wat geef jij graag je centen uit? Of om van alles. Ja, ik ben een grote impuls uh, koper. Um, maar ook, uh, ik ga graag op restaurant, wijn, uh, café, op, op vakantie, ja, de... de Goeie, het ik heb je ook leren kennen op restaurant eigenlijk elke keer als ik je zie <laughs> zitten wij er is op een van een goede wij ja wat mijn glas is Oei, leeg Allee, dat is jammer dus, als een we gaan niet, nog eens de glazen bijvullen ik wil, niet, uh... nee nee het wat ik wel een beetje uh, bijzonder vind zeg maar wil iets zeggen nee nee ah, uh, wat ik wel een beetje bijzonder vind dat is dat je zegt van ik kijk niet ver vooruit uh, financieel pensioenspoor een beetje maar niet overdreven maar tegelijkertijd investeert je wel, heb ik uh, gelezen, in, in uh, een biermerk. Je een ja. biermerk. Ja. Uh, zieke geest? Ja. ja. Ja, we hebben een, een, een microbrouwerij. Maar dat is met vrienden, dat is present. Um, ja, ik kon ermee instappen en ik heb dat gedaan omdat ik heel veel sympathie heb voor wat dat die doen. Ja. ja. Uh, en die maken dan vooral van die heel speciaal dingen, zo IPA's en... Ik ja, ja. het zo heel hoppige. Triples. Uh, nee, geen trippels. Nee. nee, dat is zo ja, heel hoppige. Ja, van die, die speciaal bieren allemaal. Oké. Okay. Uh, en, en dan de zieke geest is er gekomen, omdat ik heb gezegd: van jongens, kunnen we ook eens iets maken dat veel volk lekker vindt. Allee. Dat, dat is een allemaal triple, tof van niet? die hype bieren met een ironisch, grappig etiket. Een Briese zot. Ja, je kent het, hé, van die microbrouwerijen. Uh, ja. ja. En, en dat is allemaal, ik vind dat fantastisch, hè? Maar ik wou ook wel heel graag een triple. Ja. ja. En hoe lang zijn ze daarmee bezig met dat bier? Nu. Oh, denk dat wel uh, al een jaar of vijf ondertussen. Uh. Ja. ja. En dat gaat goed. Ja, super. Ja. Ja? Jij ook een bier zelf of meer wijn? Meer wijn. Ja. 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 Maar ik, ben, ik drink wel graag bier, maar ik kan er niet zo goed tegen. Ah ja. Ik kan nu dat de details besparen, maar. Nee, uh... bespaar ze niet. Het telt ze allemaal. <laughs> nee, nee, gewoon. In mijn darmen kunnen dat niet ah, gehouden. Okay, exactly. ja. Naast het bierbrouwen ook een eigen garage? Je had, je had, ja, dat heeft niet zo lang geduurd. Maar ja. hoezo een garage? Hoe kwam het daarop? Ja, ik was toen zelf... Wat er zijn? daarnet zei, van, zo, ik kan mij heel hard verliezen in iets of zoiets willen doen. En dan ga ik er helemaal voor. Ik heb dan een tijd gehad met racen, dus ik was heel hard mee... En ook een beetje een jongensdroom, uh, een Porsche en, en dingen. Dus ik was er heel hard uh, mee bezig ineens. En ik kende dan twee gasten die mee in een garage bezig waren. Dus ik ben er mee ingestapt. En uh, ik was toen zelf veel op het circuit aan het rijden. En um, ja, dat, dat, dat was plezant om mee bezig te zijn. Nou, tot was het mij tegenstak. Ook wel een duur hobby, denk ik. Hè? Nee? Veel te duur hobby. Geld, ik had zelf ook door van: shit, als ik, als ik deze blijf doen, dan ga ik echt nog, nog heel lang heel hard moeten werken. Oké. Okay. Uh, maar, maar pas op, ik, ik moet zeggen dat op die moment in mijn leven was dat iets dat enorm werkte voor mij. Namelijk weglopen van mijn, van, ja, eigenlijk mijn verdriet, van mijn. Van, mijn dingen dat, dat pasten helemaal in dat concept, namelijk met een rap heel hard over het circuit rijden. Dat is heel ontspannend, omdat je bent in de actie, je bent alleen maar bezig met de volgende bocht en in leven blijven. Wat op een rare manier echt ontspannend is, terwijl dat is ook heel veel adrenaline en dingen. Maar je komt leeg thuis, je kop is leeg, je hebt een hele dag al niks gedacht van je werk of van. Dingen. Je kunt dat niet. Um, ja. maar, dat nu dat ik, maar nu dat ik. Um, en ik wil dat heel graag nog eens doen, zo, maar, maar ik, heb het, ik heb het gehad. Ik heb me echt met de zotste auto's gereden. Ja, je... Ik heb van pff, met Ferraris met, ik heb met Porsche gereden. Uh, ik had zelf ook een auto op het op circuit, dat was aan de Lotus. Oh, God. Uh, ah, een zalige auto, uh, zo'n uh, 430. Uh, PK dat echt, maar dat is een auto die weegt 900 kilo, dus oh. dat, dat was echt waanzin. Ja. Um, welke pubs, maar dat welke is, Porsche? Porsche? Uh, goh, de Cayman GT4. Hmm, uh, Grijze wel. Ja. Toch? Ja, 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 zeker. De GT3 Touring, uh, een turbo. Uh, maar dat is allemaal gepasse gepasseerd in. Ik heb dat dan gehad. En, en ik vond de moment dat ik erin stapte en ik kreeg geen kippenvel niet meer, dan, mm, ja, nee. dan vind ik het. Dan Stop. denk je, voor wie doe ik Als het niet voor uzelf is, moet ik nee. het niet doen. Als het is voor mij met te patsen, dan. Dat ligt niet in mijn hart. Daarvoor heb ik het nooit gedaan. Het was voor mij meer van. Ik kuide dat als kind, ik kon dat niet. En het moment dat ik het kon, heb ik het gedaan. En. Ja, dat is zoiets van: ik heb dat gehad. En. en ja. ik zal wel volkomen uh. um, en nu ben ik hier dus super zuinig op bottles echt ja omdat ik heb ik zeg het je hebt heb, ja ik heb me van alles gereden. en fantastisch hè? maar op de deur wordt ja dat, dat klinkt heel verbind maar Nee, huis nee. Um, ja dan duurde de ja dan je dat, he, dat, dat ja, gezien ja. heb ik dat gezien en dingen en, dan, en, uh, en, en, en nu ben ik bezig meer met duiken en met dat, en dat past veel meer in wie dat, in, bij wie dat ik nu ben. Namelijk, ja, ik ben ook veel meer in trainen met mezelf. Ik ben niet meer aan het weglopen van iets. Waardoor dat ik, ik. Vroeger, als ik iets ontspannend ging doen, dan werd ik daar zenuwachtig van. Want dan kwam ik te dicht bij mezelf en ik was aan het weglopen van mijn eigen. Dus dat ging niet. En ik merk nu, als ik iets ontspannend doe, dat dat veel beter gaat, omdat ik niet meer rond... Ontwikkelopen ben. Het ja. is wel uh, een ja. flinke stap. Ja, ja. Daar ben ja. ik zelfs soms jaloers op, denk ik. Nee, ik, ik herken het wel. Ik heb ook, uh, een tijd lang echt gevlucht in, uh, in feesten en in nachtleven en ja. cafés en noem maar op. Ja. Allemaal leuke dingen, maar op een duur beseft ook wel van ja, dat, dat is en blijft wel een beetje een vlucht. En als je mij omschrijft hoe je dan met die auto's bezig wordt. Als het op een duur zo snel wordt dat je geen kans krijgt om aan andere dingen te denken, want anders wordt het gevaarlijk, dan is dat ook wel even een safe haven of, of kunnen we niet op andere dingen concentreren? Dat duiken dat interesseert me wel, uh, want dat heb ik niet uh, gelezen. Wat voor duiken doe je? Ja, ik ben, ik ben bezig met vrij duiken, dus, vrijduiken, dus ik, ik duik zonder flessen en dan is het heel belangrijk om in rust ja, Dat is echt voor mij een soort meditatie mindfulness uh, met iets oh ja, nog een leuke bezigheid uh, ja. ja op de water is het wel rustig denk ik ja en dat is iets dat ik altijd heel graag heb gedaan ik ben een waterad en ja dus dat, dat is dan nu weer zo mijn nieuw mijn nieuw ding waar ik helemaal ben opgevlogen en waar doe je dat ja. Ja, in België heb je een tank, uh, dat is NIMO 33, dat is dus 33 meter kunnen duiken. En uh, ik ben deze zomer ook een week zo in Kroatië, oh, een hele ja, week prachtig. op een boot en dan daar zo op allemaal plekken in de zee gaan duiken. En, ja, Kroatië dat is dat fantastisch. Ja. Ik heb ooit uh, ook met, met een aantal vrienden <coughs> een uh, boottoer gedaan in Kroatië, Yacht week was dat. Ook wel feest, vooral. Maar ook heel veel prachtige eilandjes, Fies ja. en Varen, ja, maar, ja, al... ik <coughs> uh, maar ik ben ook in 2000 uh, ik denk, hè, niet zo lang, 2021, in de zomer, alleen door Kroatië gereisd, op een eentje. Omdat ik van, van west naar oost, omdat je dat een prachtig land vindt. En ik vind dat soms ook wel deugd deugdoe om een keer alleen op reis te gaan. Mm -hmm. uh, Kroatië is fantastisch. En wel, ik, zat, ik zat een hele week, ik kende één iemand op die boot, iemand die uh, me het duikles geeft. Uh, kei toffe vrouw, maar ik kende die ook niet zo goed. En dat was voor mij echt ja, zalig. Uh, voor de rest waren dat Italianen op die boot en één Franse. Dus ik verstond ook geen kloten van wat die helemaal aan het zeggen waren, bijna nou nooit. Die waren heel veel in het Italiaans bezig met elkaar. Ja. Maar dat was voor mij zo'n soort, ja, gelijk dat je zo in een klooster op retreat gaat. Ik zat erop op die boot, super simpel leven, namelijk smorgens opstaan. Snee brood met choco of met kaas. Uh, dan was dat ademhalingsoefeningen, yoga, van die dingen. Dan gingen wij duiken, was het middag eten en kon in de namiddag nog wat duiken. Avond eten, op tijd gaan slapen. En, allez, zo. Ja. De slow life. Ja. Maar, maar wel in een prachtig decor. Mooi mooiste is. Ja. Maar dat doet toch, ik kan me toch inbeelden dat dat doet, Als je dan uw hectiek zie, al die optredens, van Oelegem ja. tot de zee en alles ertussen, Nederland, ja. tv-programma's, shows, ja. druk presteren, dat dat, dat dat zalig moet zijn om daar in Kroatië. Ja, ja um, alleen, het is niet helemaal gelijk dat je het zegt nu, omdat. Je corona gehad, dus ik was al hmm. wel twee jaar veel rust, aan een veel rustiger tempo. Want, uh, ja. want ja. anders moest ik aan het tempo van mijn vorig, hoe ik het vroeger deed, bezig ben, zijn, dan ben ik waarschijnlijk die week ziek geweest. Hmm. Dat was, mijn vakanties zijn altijd een beetje getekend al zien. Echt? Ja, de momenten, daarmee pak ik ook vaak een maand, omdat ik meestal twee weken nodig heb om eigenlijk. Uh, te komen? Ja. En ik ben meestal dan de eerste week ziek. En dan, ja. uh, en dan begin ik zo terug mijn eigen te worden. Zo. En echt een andere mens te worden. Ja, je ja, lichaam reageert, denk ik, hè. Uh, ik. Ik voel dat ook als ik uit... Als de, het geertelijke vakantie, de geertelijke vakantie start, 1 juli, dan ga ik meestal op reis naar buiten. Maar de eerste dagen voel ik ook hartkloppingen. Hè. Omdat je uit een hels tempo komt. En je komt dan in uh, le néant, in, in Potseling, een heel rustig, rustige agenda dat je lichaam niet gewoon is. Uh -huh. um, ja, ja, ik loop soms... Ik, allee, nu heb ik dat minder, omdat ik ook zelf al veel beter... Zo, allee, ik, ben hier, ik Ja, ik heb wat meer balans dan vroeger. Maar, uh, maar vroeger was dat echt... Ik liep de muren op op vakantie in die eerste week. En dan... Allee, dat was echt... Ik weet nog Australië bijvoorbeeld, dat ik echt... Ik weet dat ik na nou twee weken in tranen tegen mijn vrouw zei... Fuck, ik wist, niet. ik wist niet dat ik dat was geworden. Alleen zo dat je zo terug tot je eigen komt en zo. Fuck, amai, ik zat ver en ik had dat niet door. Ik had dat gewoon niet Allee, door. Ja. ja, maar dat komt omdat ik, zoals ik daar straks zei, eigenlijk niet gebouwd ben om het leven te leiden dat ik leid. Ja, ja je zit wel in een hels tempo, hè? Ja, tempo is... maar gewoon ook. Ja, ik zie collega's ook veel beter met die stress en zo omgaan. Ik ben, ik ben daar eigenlijk niet, niet voor gebouwd. Maar dan doet het wel verdomd goed, toch? Eh? Dan doet het wel verdomd goed. Ja, ja, ah. maar, maar vaak wel met alle gevolgen van dien voor mezelf. Ja. Ja. Is dat de reden omdat je zei: van, ik kon een keer een, een programma uh, bedenken waar medicatie en dokters op de pas komen? in tegenstelling nee, tot Doctor Nee, dat is, dat is niet de beweegreden. Ik denk, dokter in de zaal was, was meer van we zoeken zo bij de VRT, we zoeken iets luchtig van entertainment, we willen een panelshow, en ik ben aan de slag gegaan. Ik zeg, oké, okay, een panelshow, wat interesseert mij, waar gaan we het over hebben? En ik heb dat programma vrij snel gevonden. Ik vind dat nu niet mijn beste programma ooit. Dat is, allez, ik vind dat, dat is echt tv, tv, mm. ik bedoel, dat is niet gelijk een taboe of een ding, dat is... Hé, nee, dat ja. is Overgelijkbaar. Allee, dat, dat is een panel show, snap je? Dat is gewoon in zijn genre. <laughs> uh, maar ik heb dat vrij rap gevonden omdat ik wel wist van... Als het zo over gezondheid gaat en over weetjes en over dingen, iedereen is... Die, allee, iedereen wilt... Zeker. Ga dan tafel zitten met, met, met zes mensen en er zit een huisarts bij. Dat duurt 10 minuten of iedereen is die een huisarts aan het vragen. Over. <laughs> ja. België zijn ook pillenpakkers, hè. Er wordt ongelooflijk veel medicatie verkocht in België. Ja. Dat is niet normaal. Gemiddeld per burger. Dat is, dat is absurd. Ah, ja, dat weet ik zelf. Ja. Er ja. ja. komt af en toe eens in de kant ja. gepopt van niet alleen antidepressiva, maar ook gewoon normale medicatie. België slikken wel graag. Ja, ja oké, okay, maar pff, wow. Ja, als er is. Als dat nodig is. Ik heb, ik heb zelf ook twee jaar antidepressiva gepakt. Dat deed mij... alleen toen... Omdat ik op een moment zo diep zat in mijn uh, agorafobie, ik had daar zonder die antidepressiva niet uitgerookt. Okay, maar wel. je moet niet gewoon die pillen pakken en dan hopen dat het overgaat. Ja, je moet die pakken om je therapie... Om je te helpen in je therapie, natuurlijk. Hoe oud we dat toen? Ja, dat is al uh, rond... Um het van droog zoiets geweest mm. en dus nog, ja, vrij jong Maar daar kwam ook gewoon al, al die... Stress. Ja, dat nieuwe leven, dat onbekende, waar ik ineens in kwam, al die stress, al dat gedoe. Ja. Ja. Terwijl ik weet nog dat ik dacht, toen, toen ik ontslag pakte bij de kolder, dacht ik echt van, jongens, nu ga ik leven gelijk een koning. Ik moet niet meer opstaan s morgens. <laughs> ik moet niet meer dit. Ik moet niks niet meer. Misvatting. Ja, dat was een beetje uh, verkeerd ingeschat. Ja. <laughs> vinden vind zijn moeilijk? Ja. Niet als je op hotel gaat of op restaurant. Hè. Dat helpt om een goede kamer te krijgen. Het heeft die, hey, die voordelen en ik wil er zeker niet, niet te veel over zagen. Want... Wat vinden um, de grootste nadelen? Wel, het, het niet kunnen verdwijnen in de massa. Uh, maar dat komt... Allee, ja, voor mij persoonlijk zijn de nadelen: Ik ben een angstige mens en dat maakt mij soms angstig. Je hebt... Weet je, niet iedereen is ook even leuk. Je hebt ook soms wel psychopaten in onze maatschappij die, die... Ja. Allee, ik heb onlangs bijvoorbeeld iets meegemaakt. Wij zaten op restaurant. Ik zat er met mijn schoonmoeder en mijn vrouw. Mijn schoonmoeder was een enorm mooi verhaal aan het vertellen. Um, maar dat was wel redelijk. We waren een redelijk intiem, intens gesprek aan het voeren. En er komt een man voorbij. Ik denk ook wel wat gedronken, maar alleen maakt eigenlijk niet uit. En die doet ze zo, hey, oh, zo. die geeft mij een compliment en dingen. En ik dacht echt oprecht dat ik heel juist terug reageerde van oh, merci. Dingen. Maar daarna, wij betalen, wij, wij stappen naar de auto. En ineens komt hij met zijn auto naast mij gestopt. En die, en die zegt echt zo van: uh, Jij vond dat precies niet tof, hè, Dat ik uh, eh, zo deed naar u. Uh, en ik zeg, ik zeg: Ik wist zelfs niet. Dus ik zeg, wat bedoelde? Ik, ik, allee, ik kwam echt volledig uit de lucht gevallen. Hmm. En dan en echt zo gewoon, oh jongen, zeg gewoon uh, uh, vuil, uh, vuil kloten vind vintje, dit heb en je vlamt door. <laughs> maar ik ben daar echt heel lang slecht van, dan. Snapte? Ik word daar enorm angstig en zenuwachtig en dat pakt mij ja, verschrikkelijk hard. Dus ik kan daar heel slecht mee om. Ja. Uh, dus daarmee bedoel ik dat ik er Snap. niet voor gebouwd ben. Ja, nee, maar hij... dat iemand anders zoiets zou zeggen? Van, hé, hey, stoem een zatlap. Ja, ik heb ja. niks verkeerd gedaan, fuck off. Het is Mij raakt dat enorm. Ja, ja. ja, het is mooi, het is menselijk. Uh, on his defense, hij kon niet weten waarover jullie het hadden op dat moment. Ja, ja maar uh, los daarvan, maar... denk ik wel, gewoon ja, heel dat. beleefd. Ik je deed je aan heel doen. beleefd, ja. Ja, ja, voilà. Ja. Um... Ik deed wel heel beleefd, denk ik wel, en dingen. En, en, maar ik kan ook geen uur bij blijven stilstaan. Allee, ik... nee ja ik was, ik, heel, ik ben heel dankbaar als mensen dat zeggen hè, maar ja ik, maar ik kan ook niet die eens een broek open en die beginnen pijpen ah, Je kunt bedoel dat wel even <laughs> ik bedoel uh, ik houd niet van uw fans ja. of moet ik je interpreteren? <laughs> ja maar ja moeten we iets over hebben op, als ik weggedronken gedronken heb doen ik van. dat het geeft hem een half pintje uh, Lidia. nee, nee de... maar maar dat, dat bedoel ik ja, gewoon met, ik. dat vind ik moeilijk om bekend zo wat dat, is het dan? Ja. En of op een feestje komen en. en ja. ja. Ik, 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 ik sta niet graag in die aandacht eigenlijk. Dat is raar om te nee, zeggen, ik, ik weet het, want ik, ik sta op een podium. Maar, maar die aandacht, die specifieke aandacht op een feestje of op een ding, ik heb dat niet nodig. Ja, wat mij vermoeiend lijkt, dat is de denkfout, dat als ik stand-up comedian zou zijn en ik ga je weer op een feestje, dat iedereen verwacht dat je grappig moet doen of zo. Dat lijkt ja. me heel vermoeiend. Maar dat is zelfs. Ik was dat, nu, dat is, ik was dat van de week aan het denken en het kan zijn dat dit nergens naartoe gaat, maar ik weet nog, als ik, als ik jonger was, als ik geen stand-up-comedy deed, bijvoorbeeld in de Koolruid, of toen ik in de... Ik heb ook in een tea-room zo achter een toog gewerkt. En, um, <laughs> en dan, ik weet nog, voordat ik naar mijn werk ging, dus voordat ik die Koolruid-jas aandeed, dan ben ik verschrikkelijk timide, ben ik verschrikkelijk dingen... Als ik die jas aan heb en ik sta daar in functie van mijn job, van ik mag hier zijn, want ik ben hier verkoper, dan, kon ik, dan was ik supervlot met de mensen en kon ik alles zeggen precies en ging mij dat fantastisch af. En ik vergelijk dat ook met hoe ik op het podium sta. Als ik op dat podium sta, dan mag ik er op? zijn. en dan, dan is er een reden van mijn bestaan... En mag ik die pakken en mag ik dat... Maar naast het podium vind ik dat moeilijk. Ja, ja dat uniform gegeven dat mentaal doorspeelt. Ja, gewoon. <clears throat> van, ik ben daar dan in mijn rol ja. en, en... Is dat dan toch uw comfort op dat moment? Ja. ja. Want als die kerel daar zo van die uh, opmerkingen maakt, zie je iemand die er s s'nachts over ligt te tobben. Ja, ik pak dat wel mee. Ik vind dat wel moeilijk. Ja. Ja, ik weet nu niet, zelfs niet of dat je zat was. Ik, ik probeer dan heel een tijd die situatie terug te... Analyseren. Ja, en denk, waar heb ik dan dat verkeerd gedaan? Of waar heb ik nou verkeerd gedaan? Zo. Dat houdt het toch niet vol, ja. denk ik. Nee, nee, daarmee oh. denk ik ook, het ook soms... <laughs> het soms ook niet zo gemakkelijk is. Nee, dat begrijp ik. Maar het ziet nu, hè? Eigenlijk is het te goed. Eigenlijk is het te... Empathisch. Tjoh. Maar comedians zijn vaak ook empathisch, van ja, Dat moet, hè? Ja. Ik weet dat ja. niet, want mensen denken soms van niet. Mensen denken die maken grappen over jij en allemaal op een podium. Soms ook over mensen die kwetsbaar zijn. Dus die zijn niet empathisch, maar de comedians die ik ken, die zijn mega empathisch. Tuurlijk. Je kunt geen comedy doen als je geen empathie hebt, of. of uh. Nee, dat, dat denk ik. Nee, dat dat is juist hoe wij omgaan met verdriet. En met lachen is dat wij omgaan met leven. Ja. En, in mijn... en, en ja, gelegd inderdaad, met dingen. Dat, maar ik, do, ik zou dat ook doen als dat met mijn eigen is. snapte Ja, anders is het niet. Ja, moet, zo consequent moeten het we wel zijn, vind ik, vind ik ja. ook. Ja. Uh, als, allee, ik ben 41 jaar. Ik heb echt al wel van alles meegemaakt in mijn leven. Ja, allee, dus. En ik kan... Dat is, niet dat, ik, dat is niet dat ik morgen niet meer kan lachen met iemand dat een mop maakt over een, een moeder die doodgaat of een ding. Ja. Ik, zou, ik zou daar heel... Als dat een goede mop is, kan ik daar heel hartelijk mee lachen. Dat is een van de eerste moppen die ik me van u herinner, dat je vertelde over die een avond in die weeshuis. Ah ja. Uh, <laughs> maar toen ik dan ontdekte dat je mama gestorven is toen je heel jong was, moest ik daar wel aan denken. Ja. Um, je moet inderdaad wel Uiteraard, dat heb ik ook bij Alex echt nieuw ontdekt. Uh, dat is een eerst om met zijn eigen te lachen als ze me iets onnozel doen of, of fout. Of, of, mm. uh, dat, is, dat is ook de kracht, denk ik. Anders is het belachelijk. Ja, ik weet het niet. Over die gevoeligheden en introspectie gesproken, we hebben het vandaag nog niet gehad over wat ik persoonlijk um, toch zeker een van de straste dingen vind die jij gedaan of gemaakt hebt. Los van ook droog, omdat hij, ik vind droog in zijn context bekeken, bijna, dat is bijna onmogelijk. Wat je daar hebt gedaan hebt hij dan? Dat is bigger than life, dat is on, ongelooflijk stref. wordt taboe, uh, ja. een programma dat, dat uh, met rechten en reden on heel veel landen is verkocht, omdat het zo universeel broek zo zot zots goed gevonden en goed gemaakt is. Um, is dat, is dat u... Het brein dat hij heeft geproduceerd samen ja, met een team dan samen daar. met Bert Kennards en Tom Bates. Uh, Hoe is ja, dat ontstaan? En, dat idee, Kat Stippen, die regisseur is, heeft wel ja, die heeft er wel voor gezorgd dat uh, ja, een heel mooi programma is. Ja, dat idee is ontstaan. Het um, eigenlijk is uit een heel hard idee ontstaan, namelijk zich als ze nu eens moppen maken over dikke mensen voor een zaal vol dikke mensen en ik ging en ik ging het heel doen ik ging God ik zou het eens um, en dan kwam het idee van ja maar ja je kunt dat niet doen als je die mensen ook niet antwoordt laat want anders je gewoon ons en um, en voilà, en, en dat programma is direct een pak zachter geworden de eerste keer dat ik de eerste, de, de eerste persoon ooit, dat, dat was ook een test ineens voor ons: van kan ik iemand interviewen? Ben ik iemand, uh, een zwaarlijvige vrouw, gaan interviewen? En toen, ja, toen is dat programma ineens veel zachter geworden, want toen merkte ik ook van ja, ik kan, alleen ik ja, kan dat niet. Allee, snap je snapt, Ik kan ja. niet... Als ik... Ja. Hoe moet ik dat zeggen? Je hebt je ontdekt, misschien, toen. Op bepaalde vlakken. Ja, ja. Van... Ah, oh, fok, ja. Maar ja, allee, tot dan is dat een abstractie, hè. Van zwaarlijvige mensen en ermee lachen. Maar als je er dan echt mee praat en je moet die in de ogen kijken en... Ja, dan, dan is dat wel ja. anders, ja. Maar toch, toch zeiden er in die reeks... Twee seizoenen, ik denk, 15 thema's in geslaagd. Elke aflevering opnieuw. Om het super grappig. De humor is ook wel op niveau. Mm -hmm. En tegelijkertijd met heel veel respect. Die, die waren er mm -hmm. zelf constant mee aan het lachen. Ja. Maar ja. dat is toch wel... Dat moet het kunnen. Dat moet het kunnen. Ja. 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 Maar dat ging eigenlijk... Ja, dat, dat is geen moeilijk proces geweest. Allee... Het, 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 het moeilijke in het proces was onze eerste reeks, omdat we niet wisten wat we aan het maken waren. En omdat we heel bang waren voor de commentaren. Je wist niet um, dat je goud in handen had toen dat je dat maakte. Nee, Allee, totaal niet. Nee, ik weet nog, we hebben, we hebben met heel de crew, met iedereen dat programma gemaakt hebben, we samen, al, als de eerste aflevering op tv kwam, hebben we samen gekeken dat was heel spannend. van Fuck, wat gaat deze geven? Want. Ja, je zei wel, je zegt wel echt: ik kan lachen met mensen waar je niet mee mocht lachen. Ik denk dat onze eerste aflevering was toen. Mensen met een fysieke beperking. Ja, dat was. Ja. ja. Mensen vergeten dat direct op het moment dat dat programma succesvol is. Maar. Je weet dan niet zin. dat dat gaat zijn, hè? Dus je ja. weet niet dat dat succesvol was. Er waren al heel veel mensen kwaad op voorhand. En ja, van, oh, ga je lachen met gehandicapten? En ga je gaan lachen met, met mensen die gaan sterven? En alleen zo, zo ja. hey, op de kap van die mensen Pas hé, op. Zo. Ik moet nu spontaan denken aan iets wat uh, onlangs over ding Down the Road is uh, gezegd door um, uw collega-comedian. Zijn naam ontglipt mij even, sorry. Zo. William Boeva. William Boeva, ja, klopt. Die was een beetje boos aan de tafel van vier denk ik. Over um, ja, the ik road? ik moet Exclusions. zeggen dat ik daar niet super... Uh, ik weet er eigenlijk weinig van. Oké. Okay. Ja, dat heb ik niet super hard gevolgd. Maar wat je zo net zei, dat komt daar wel een beetje op neer. Wat, wat hij zei. Dat, dat die mensen bijna gebruikt werden. Uh, dat was het gevoel dat er bij sommige ja. mensen leefden op voorhand. En van, je had op die mensen hun kap. Uh, ja. Dingen. Uh, maar ik vind wel op... Allee, dat is het programma waar ik het meest fier op ben dat je gemaakt hebt. En, en ik vind dat we er wel in geslaagd zijn om. Ja. Ja. Hoe moet ik dat zeggen? Het is niet gewoon sensatie. En, uh, het is alles behalve Ik denk dat sensatie. de mensen die er dan meegedaan hebben, hebben er iets aan gehad. De mensen die gekeken hebben, hebben er iets aan gehad. En, en, en er kan ook gelachen worden. Maar ik denk dat het gevoel ervoor bij veel mensen was: je gaat lachen op die mensen. Maar mm. nou, ik heb nu wel nee, geen letterkritiek gelezen op dat programma. Nee. Integendeel. Nee, nee, zwaar. Nee, nee, uh, ik, ik heb gisteren nog eens de aflevering herbekeken van mensen die een verslavingsproblematiek hebben gekend. En ik had ook toen het gevoel, na die uitzending, dat die mensen, ik dacht bijna in een zwart gat zouden vallen. Want die week, dat moet, dat moet heel veel deugd doen, denk ja. ik. Dat is bijna ook therapeutisch. Ja, dat de, uh, deugt niet, niet per se voor iedereen. Ik denk dat er ook heel veel mensen waren die oh ja, sowieso die week deed deugd, maar wel ook mensen die wel een klop kregen van er te zijn. En, nou, um, maar ja, ons, ons uh, streefdoel was wel altijd van de mensen die meedoen moeten blij zijn dat ze meegedaan hmm. hebben. Dat hebben we heel hard bewaakt en... Uh, dat spat ook van het scherm, vind ik. Um, er is heel veel respect ter plaatse. Res ja, er was heel veel respect. En Go goede casting ook. Dat is ook belangrijk. Tuurlijk. He? Goede casting. Ja, tuurlijk. Um, dus ik, ik had ook de indruk, maar ik kan me misschien naïef gedragen op dat vlak, maar je zit daar een week mee samen. Mm -hmm. Maar het leek echt alsof er een innige band ontstond tussen je. Maar dat is ook. Dat is ook. Allee, dat is. Dat is, dat is, dat is, is rare. Ja. Waren echt oprecht, ja. Ik vond dat oprecht altijd fantastische weken. Ja. Ik kan van geen enkel week zeggen, ja, met de, met de autisten was het moeilijker. Dat, dat, dat was een vermoeiendere week. Ja. Maar ook daarvan, ja, ik er met heel veel plezier naar terug. Ja. Heb je een aflevering gedraaid met mensen die ongeneeslijk ziek zijn? Ja, ja. Dus, dus, ja, dat lijkt me enorm moeilijk, ontzettend moeilijk. Dat moet je echt kunnen, denk ik. Uh, maar zie jij nog iemand die nadien of jij die begraven is? Want ik weet ja. niet. Elke Ja. stevig, dat is toch wel zwaar, denk ik. Dat was. Ik heb er, van die week. Ik, ik weet dat ik, ik ben teruggereden van die week. Uh, dat was in Nardenne. En ik moest mijn dochter gaan halen die tonen nog op de crash had. En ik ben, ben echt gecrashed in de crash. Ik snap dat. dat is een goed zusje en een whisky vooral. Gecrashed in de crash. Nee, je wordt dankbaar denk ik. Ja, van alles. Ik weet, van alles had ik toen. De moment dat ik mijn dochter vastpakte, denk ik beginnen blijten. Dat is normaal. Um, ja, ja. Maar dat waren ook zo'n fantastische mensen. Ja. ja. Dat waren... ja oprecht vrienden, ja. En ik ben er echt slecht van geweest als die ook zijn gestorven, omdat... Dat geloof ik. Ja. Hebben ze allemaal de uitzendingen gezien, uiteindelijk? Ik weet het Ja, niet. ja. Oh, oh. Nou. No. No. Ja, dat lijkt me heel emotioneel. Wat? Wow. Ja, dat is, Je kunt dat vergelijken met als je op kamp gaat, zo... zijn oh, bent er vroeger op kamp geweest als kind. Echt niet en dan mee. ga je dat gevoel niet kennen, maar dat is zo... Ja, Zo'n zomercamp, maar Ik hè, heb wel op Erasmus zo. gezeten. Ik heb al wel een we battle gezeten. ik Bijvoorbeeld ken het wel. Thuis, zo, ja. je komt eraan, je kent niemand. Uh, op camp is dat echt letterlijk na één dag... Ze zijn allemaal vrienden. En dat was ook zo met die taboe dat, dat, dat oh. duurde een dag. En je, zei, echt, omdat je zit echt constant van s'morgens tot s'avonds samen. Je deelt de meest intieme verhalen. Um, ja... Nu, dus, als die week voorbij is, is dat echt, we gaan elkaar schrijven voor de rest van ons leven. Je doet dat niet uit het hart, dat verwatert ook weer. Dat is ook menselijk. Hetzelfde gevoel. Ja, want jij is wel een programma aan het maken, jij moet toch echt constant ook evenwicht zoeken, denk ik. Jij, jij kunt niet constant liggen huilen of snotteren, huis, dat gaat niet. Nee. Maar het is niet altijd makkelijk af te remmen denk ik, omdat nee. de verhalen zo persoonlijk zijn. Ja. Um, er is wel wat afgeblitsen. Ja. ook door mezelf, uh, maar we laten dat bewust niet... Uh, in beeld. Ja. Nou, we willen zo niet het teardjurken gaan doen en dan met de camera inzoomen op nee, de... Alleen zo. dat nee. uh, is fouten tv. Ja. Uh, was dat misschien ook een... Het maken van die reeks was dat misschien ook een beetje een... Ontdekking van jezelf of zelftherapie? Ja, zeker. Ik heb ja. keihard geleerd over, maar over alles. Over comedy, maar ook... Ik ben ruimdenkender geworden. Ik begrijp veel meer van veel thema's. Um, ook transgender en zo. Hè. Ik, ik weet dat als ik aan al die aflevering begon, dat dat voor mij... Ver van uw bed was. Ja. En nu begrijp ik veel beter de nuances. De, hoe dat, dat in elkaar zit. Ja. Dus je had ook een groot gevaar in dat je misschien als comedian te soft zou worden. Of ja. Zo? Ja. Mm -hmm. ja. Zijn die moppen veranderd? Of je shows? Nu met mijn moppen zijn dat... veranderd. moppen zijn zeker veranderd, maar dat is niet bewust. Dat is gewoon omdat ik zelf veranderd ben. Dat is, dat is niet dat ik me inhoud of zo. Maar die zijn wel minder grof als, uh, als wat ik vroeger deed. Terwijl. Niet bewust, hè? want als ik een heel grove mop vind, dan gaan die mij heel veel plezier brengen. Ik vind dat... Uh, ik kan er ook hartelijk mee lachen als iemand anders dat doet. Ik vind dat uh, nog altijd het plezantste dat er is. <laughs> uh, Zegt is <er> mee, <laughs> een fonkel in de ogen. Ja, ja alleen echt waar. We <laughs> het over kakken, over seks en dingen. En ik vind het fantastisch. Uh, ja. ja, want ik, ik vond ook in taboe zijn ook harde moppen gemaakt. Hè? En, en die mensen... Zijn er veel slechte reacties geweest aan die deelnemers zelf ooit? Nee, denk ik niet. Dus, uh, Omdat ik, na nou, nou die week samen me we weten wel heel goed wat er kan en wat er niet kan. En er kan veel. Als dat van een goede plek komt, ja. kan er gewoon veel. De intentie is niet ja. kwaadaardig, nee. denk ik. Maar wat? Uh, heb je die grappen wel voorbereid in taboe, neem ik aan? Dat presenteren ook, of dat interview ik, dat, dat zo we hebben één een test gedaan en toen zijn we uh, iemand met overgewicht gaan interviewen. Twee vrouwen. Eh? Nee, nee, dat is niet vrouw. <laughs> Eén vrouw. Ja, ja. En, en ja, alleen, dat was oké. Okay. En, en je voelde je ook goed in die rol? Ik ben er ook in geëvolueerd, ja. In seizoen 2 ging dat beter dan in seizoen 1. He, heb je de, heb de seizoen 3 in gedachten of is dat voorlopig niet? Aan de orde? Jawel, in gedachten wel, maar er moeten natuurlijk goede onderwerpen zijn. Dus het is, allee, taboe is wel echt een programma dat gaat over lachen met mensen waar je niet mee mocht lachen. En we hebben ondertussen al wel twee seizoenen gedaan. Snap en, ik. En, ja. 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 ja, er zijn volgens mij nog veel mensen denkbaar waar we eigenlijk niet mee mogen lachen. <laughs> maar, toch? Ik weet het niet. Avocaten. Bevo ja, maar dat is te simpel. Ja. Dat, dat is te simpel. Uh, niemand. Top voor de hand mee. liggend. Ja. Ja, niemand maar... leeft er ook mee mee. Oh, ja. Bij advocaten? Nee. <laughs> Onmogelijk. Waarom zou ze dat doen? Zeg, dat zou absurd zijn. Die gasten verdienen dat niet. Ik <laughs> zou je dat kunnen doen bij Alex. Zo'n podcast. Uh, een eigen podcastkanaal. Je zult het waarschijnlijk niet doen. Maar zou dat kunnen? Want eigenlijk is Alex ook van comedian naar interviewer geëvolueerd? Of. of, of Geswitcht mm -hmm. op dat moment? Vind dat kan dat waarschijnlijk beter kunnen. Hè? Vind je dat leuk? Ja, ga, sowieso, sowieso. Dat is ook niet moeilijk, Hefner. Uh, geen idee. Nee. Ik weet het niet. Want dat interview dat was iets nieuws voor u, maar dat was in de eerste keer dat jij in je carrière iets nieuws hebt geïntegreerd. Je hebt ook een fictiereeks gemaakt. Geup. Ja. Um, was dat ver van je bed om plotseling te acteren? Uiteraard. Ja. ja gespeeld je speelde wel jezelf. Ja, ja, en dat... Maar pas op, dat is niet zo gemakkelijk als dat je denkt, jezelf spelen. Nee? Dat, is, dat is heel raar, maar... Uh... Ja, maar dat was ook wel heel tof om te doen, en Maar, maar pff, dat is echt een machine waar je in stapt. Dat is fictie, dat is... Wauw, ja, ik had dat ook wel onderschat. Ja? Was dat ja. iets waar je zelf van A tot Z bij betrokken wordt, of was dat iets dat je in de schoot kreeg? Veel minder bij betrokken als andere programma's die ik al gedaan heb. Ja. Ja. Kun jij even gaan open doen? Ja, ik kan even opendoen. Uh, Den Alex, Alex stel je in de hand. Ja. Nee, um, Nee, joh. Ja, Ja. ja. Dat, is, dat is echt... Fictie is echt een machine. Ik vond dat en, leuk, ja. Ik vond dat leuk in de zin van... Ik moet gewoon doen wat ik moet doen in het radertje. En dat is gewoon mijn scène spelen. En... Ja. Maar ook wel moeilijk, omdat ik ben normaal wel iemand die zo Na elk programma dat ik al gedaan heb, ben ik wel echt van begin tot einde mee. Betrokken betrokken. en... Ik ja, ben dan wel op dat gebied een beetje een controlefreak. En ja, bij fictie moeten we dat loslaten en vertrouwen hebben in het geheel. Zeker. Um, en is er weinig uh, ruimte voor improvisatie op het moment zelf? Ja. Toch ja. Ja. ja? Ik probeerde de, de reeks te herbekijken uh, in aanloop naar deze podcast, maar de, op VRT Max stond het niet. Ah, ja. um, of niet meer. Dus ik heb op YouTube nog een paar fragmenten gevonden. Maar ik vond wel dat je dat, dat, je dat precies zonder moeite deed te maar, acteren. Ik denk wel dat ik kan acteren. Ja. Ik denk het wel. Ja. Ik zou heel graag eens een serieuze rol Dat wou ik u vragen. Ja, ik zou dat heel graag Want ik ben natuurlijk... Uh, ik was als, als jong jasje ook echt soort van comedies. In de jaren negentig had ik nog goede comedies, vond ik. Dat is ook waar. Kick en dat is een warme oproep naar humor, naar Alex en, en uh, Jeroen, die ik ook fantastisch uh, grappig vind. Maak nu eens mee, met de toppers samen een top Vlaamse comedie. Dat zou ik fantastisch vinden. Heel moeilijk, Dat ja. moet kunnen, toch? Ja, maar dat is heel moeilijk. Maar nee, uh, hey, de er is hoeveel... ben je wilt zich daar ook niet aan wagen, hè, bijvoorbeeld. En je zegt, een, een comedy is het moeilijkste dat er is om ja, te maken. Ja, maar het is niet omdat mo ja, kom op, het is niet omdat moeilijk is dat het niet kan. Als je Filip nee, nee, nee. je, Jeubels, Alex Agnew, Jerome Snelders, de Jonas, als je die samen... De Bert... Uh, Bert Canaerts is het, hè? Bart. Bart, sorry, de Bart. Uh, als je die samen aan tafel zit en die brainstormen tijdlang... Ja, Kom op. Ja, nee. nou. Werkt dat zo niet? Is dat te gemakkelijk van mij? Denk het wel, ja. En ook iedereen is met zijn dinges bezig. En gewoon al die mensen aan tafel krijgen is al moeilijk. Mm. Um, ja, en dat is, het, dat is wel iets heel raar met comedy. Zo. Je wordt er altijd wel hard op afgerekend. Als je iets doet om te lachen en de mensen moeten niet lachen, dan worden die bijna kwaad. Terwijl als ik u morgen iets van muziek laat luisteren, dan zeg je gewoon: Oh nee, dat is nu niks voor mij. Zwaar. Snap je? Maar met comedy zeg je ja. niet. Oh ja, dat is nu niks voor mij. Nee, zegt, oh, dat is niet goed. Maar wat mm. denkt je wel, zeg? Maar, denkt dat? Allee, dat is niet grappig, hè? Allee, welle, Ik wel je dat even, uh, Philippe. Als kijk, als kijker televisie opzet en er is een stand-up comedian die je passeert en ik vind je echt niet grappig, dan vind je dat ook wel verschrikkelijk. Ah, wel, ja. Maar je vindt dat erger dan bijvoorbeeld een muzikant dat je niet goed vindt, Ik ga misschien wel een naam noemen. Pak nu Sten Meuris. Dat is een de man, denk ik, als jong manneke. En ik zeg het erbij omdat ik het ook wil dat je weet niet, dat het niet persoonlijk is. Ik vond hij als jong manneke fantastisch, met Noordkaap. Goeie nummers, ik genoot er echt van. Maar dan heeft hij ook zo een show gemokt. Uh, woest of zoiets, dat het heette. En ik zag daar op tv en dacht: van, hoe is het mogelijk dat mensen dit grappig vinden? En misschien snap ik het gewoon niet. Misschien ben ik gewoon te onverstandig om het te begrijpen wat erachter zit. Maar ik vond het verschrikkelijk. En ik kan er ook niet aan doen. Humor is volgens mij ook wel een kunst die je moet beheersen. En ik, ik vind het. Persoonlijk, jammer dat mensen zich misschien iets te gemakkelijk erom vergrijpen. Ik weet niet. Ik ben nu. Ik klink misschien iets te. elitair, superieur. Ik wil niet fout klinken, maar ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het echt verschrikkelijk. Nee. Ja, ik heb het zelf niet gezien. Ja, ik vond het um. echt. Ja. Ik vond het. Ja, als wat. Ik vind, ja, ik vind ja. mensen die op een podium staan als comedian die niet grappig zijn, maar, maar dat is ook subjectief. Sommige ah, mensen. Want die zaal staat wel vol met mensen die ja. ontlachen. Wouden, dus misschien ligt het al mij. Wel, en dat is het kunnen. punt dat ik wil maken bij, bij comedy. Bekijken mensen dat minder van, ah oh ja, dat is niks voor mij. Dat is echt, je wordt Dat's heel waar. hard afgerekend. Ja. 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 Maar geef toe, als jij met Jerome en Alex en. <laughs> als jullie de, de komedie. Dat wordt, want wat je nu ziet gebeuren met Zillian. dat is ook iets dat. de Robin heeft altijd geweten dat dat een top idee was. Die zat er al bij Woestijn, vis tien jaar geleden al. Ik was erbij. Ah, voilà. Nou, hij, heeft, hij heeft u vernoemd in de podcast hier, ja. dat is juist, ja. denk ik. Ja. Ah, of, ik was er niet Alex. bij in het proces, hè. ik bedoel, ik, stond, uh, ik, ik heb met Robin ook zelfs een tijd zo samen nog gezeten, omdat we mee een fictiereeks Ik kwam een fictiereeks doen en dingen, en ay, dat is uiteindelijk niks geworden. Um, en, dan, en dan het ding daarna was dan dat Silion idee en dan, ja, ik heb dan nog voila, geweten dat voila. hij ermee bezig was. Maar net als met Zillian, want Robin heeft ook heel veel hier in de bar gezeten, zelfs tot, tot een stuk in de nacht, uh, ook voor Zillian nog, of, of in aanloop naar hem, ontvertellen was over dat idee. En ik voelde toen, als, als iedereen die dat hoorde, dat is niks, heeft niks met mij te maken, maar iedereen voelde van dat is een top idee en daar moet iets mee doen. Maar in de jaren 90, 80 en 90 ben ik opgehuwd met comedies als uh, de films van Jim Carrey, Ace Ventura, mm -hmm. Dumb and Dumber, ja. uh, There's Something About Mary Ben Stiller. Ik vond mm -hmm. dat fantastisch. Dat moet nu toch ook nog kunnen in Vlaanderen, als je alle talenten samen zou ik je denken. Ja, ik ben wel... Ja. Zo, ja, misschien wel. Ja, allerszins, dat zou niks voor mij zijn, dan is Ventura... Um, ik ben veel meer fan zo van, van die... Ja, ik, ik ben eigenlijk meer fan van Jim Carrey in serieuze rollen dan... Ja, ja. Eternal Sunshine als het spel is, maar... voorbeeld. The ja, Majestic, uh, wow. zo... Ja... Philippe, ik vind wel alle comedians die serieuze rollen uh, Allee, Robin omarmen. Williams. Robin Williams in Good Will Hunting en... Um, wacht, eens. Uh, one Hour Photo. Ken je die een film? Nee, nee, ken oh. ik niet. Oh. Ik vind dat de struiste film van de met Robin Williams. En er is concurrentie. Um, we hebben ook Adam Sandler in Punch Drunk Love. En uh, onlangs in um, Uncle James Of Netflix, Heel goed. Ja, Heel goed. Ja, Maar ik vind comedians die serieuze rollen... Aan, aanvaarden of omarmen, die eisen dat wel vaak. Dat komt voor een stuk omdat wij eigenlijk al heel veel acteren. En vaak wordt, wordt stand-up comedy in, op dat gebied onderschat al zien. Wat dat wij doen, wij, wij brengen echt een toneelstuk. Hm. Maar mensen zien dat niet zo want je en het gezin een moppentap en zo. Allee, dus mensen, allee, dat, dat sterkste dat je tegen ons kunt zien Zeg, we hebben een jaarmarkt, wil jij zo niet tien minuten? Mm. Waarom komen vertellen? Nee, wij, wij doen eigenlijk wel allee, een theatertechniek. Uh, mm. En uh, waardoor dat ik echt denk dat wij, wij acteren ja. op die moment. Um, ik wil niet zeggen dat je daardoor, want, want allee, Jim Carrey en Robbie Williams. En, dat zijn volgens mij gewoon ook echt straffe acteurs. En dat kan toeval zijn dat dat dan ook goede comedians. Dat... Ik wil niet zeggen dat daardoor comedians goede acteurs zijn. Maar wat we wel kunnen is iets vastklikken. Ja. Ja. Als ik morgen een show doe en ik vertel een stuk en ik merk aan mij deze werkt, ik kan dat echt vastklikken en ik kan dat letterlijk elke avond opnieuw op exact dezelfde manier. Vertellen. Dat is de kunst. Dat is de ja. kunst. Um, ja, maar ik weet niet of dat dan per se acteren is. Dat komt toch in de buurt, denk ik. Je kunt niet... Ja, dat gaat niet, je kunt niet altijd elke show... Ik weet niet hoeveel voorstellingen jij doet nu van Geubels in Bad. Of mee Geubels in Bad. Dat weet ik ook niet goed. Maar het zouden misschien wel uh, ja, tientallen in Vlaanderen alleen. Nou, je je denk, niet, ik denk... Ik heb van Droog denk, meer dan 200 shows gespeeld. Zo. Vlaanderen in Holland? Ja. Nee, droog was het nog niet in Holland. Yeah. Ja. Maar. Nee, want ik denk, bedenk voor alles was Vlaanderen in Holland. En dan, ja. Maar dan denk ik het al rustiger aan, dus dan was het ook 200, oh, ja, 200, 200 ja. keer. Je kunt toch niet 200 keer even spontaan verrassen met een grap? Of, ik bedoel, dat, is, dat acteren, denk ik dan ook. En dat is, dat is goed, hè? dat is normaal. Ah, ja, ja, toen... Maar ik was ook ontdekt, ik had hetzelfde gevoel toen Erik van Looy me verslaafd toerde. En nog altijd, trouwens. Echt aan te raden voor onze kijkers. Heb jij hem gezien? Een try-out heb ah, ik voilà. ja, En dat was al heel ja, goed. Ja, ik, dus, ik, uh... ik heb het gezien in uh, Den Aremberg, denk ik. Ja. Ja. Ik vond het fantastisch. Ja, ja Maar uh, morgen, dat was ook... Eigenlijk stand op comedy, bijna. Um, ja. En acteren. Ja. Als u morgen vragen voor een serieuze rol... De heel graag. Ja? Direct. Ja, dat is, dat is het liefste, dat Ik heb al van alles gedaan, maar dat is echt een, ja, ben een enorm filmfanat. Dus dat is, dat, is zo de, dat is het enige dat ik nog niet heb gedaan dat ik echt zou willen in mijn carrière. Maar ook echt iets dat uh, staat van... liefst zelfs misschien. Ja, maar ja, verstaat, ja, ja, ik, Cor ik, ik denk Cor ook niet dat ik zo'n goede acteur, het zal wel iets moeten zijn dat die, ik kan niet eens. Uh, Misdaad, nee. Heel graag, heel graag. Ja, ja, tuurlijk. Maar ja, het personage moet wel een beetje in mijn beurt liggen. Dus, ik kan niet gelijk naar Matteo... Ik vind dat ongelooflijk... Nee, Matteo Simoni. dat ook met Robert De Niro, Al Pacino. Die kunnen... Ik weet nog, als ik zo naar Scarface kijk en Carlito Sway... Hij is gewoon dezelfde mens. Ja. En ik zeg niet dezelfde mens. Ik vond dat fantastisch. Stem, ja. Maar Al Pacino ja. is nu ook wel He? in de, de filmgeschiedenis een extreem, extreem talent. Ja, oké, okay, maar, maar je dat doe, je hey, Matteo Simoni hier doen, Bruno van den Broeke. Ik bedoel, dat, dat zijn dingen die ik niet kan. Het zal wel altijd iets moeten zijn dat in mijn, in mijn range ligt of zo, of dicht bij mij ligt. Dat, dat denk ik wel. Ja. Zullen we zien. Je bent een jonge gast, alles kennen. Ja. Um, je je vermeldt Bruno van den Broeke. Klas onlangs in de krant dat hij nu een reeks maakt ook over mensen met een burn-out. Dat zou ook een aflevering taboe kunnen geweest zijn, denk ik. Ja, ja dat is een aflevering. Ik bedoel. We hebben een aflevering gedaan over psychische uh, ja, ja. Uh, problemen, dus ja... En dat is ook... Dat um, ik ben even een bruggetje aan het maken. Uh -huh. Dat is ook iets dat heel veel te maken heeft met het goede doel dat jij hebt gekozen. Want ah, juist. Onze kijkers en luisteraars. En jij bent een van die kijkers en luisteraars. <laughs> Kijk jij meestal of luister je meestal? Also? Luisteren. Ah, okay, ja, ja. Kijken nooit. Oei, we steken heel veel centen in de goede camera's. En oh, in de, de, nee, dat doet zelf... niemand. Dat moet er niet doen. Oei, dat is heel spijtig. Ja. Ja. Ik had het kunnen weten ja, okay. als ik niet participeer. Um, we organiseren deze podcast voor een goed doel. Dat is uiteindelijk de crux uh, waarom we daarmee gestart zijn. Elke gast die dat hier uh, verwelkomd wordt, die kiest een ander goed doel uit. En onze kijkers en luisteraars, vooral luisteraars blijkbaar, die storten een vrijwillige bijdrage op de rekening die onderaan op YouTube verschijnt of in de podcast, Apple Podcast-app en op Spotify te zien is. Uh, dat mag 1 euro zijn of veel meer. Iedereen kiest dat voor zichzelf. Maar jij hebt ook een goed doel meegebracht. Uh, welk goed doel heb jij uitgekozen? Het den Dat is een organisatie die zich inzet voor uh, jongeren die uh, moeilijk hebben of in problemen zitten. En die werken echt op locatie, dus die hebben echt huizen waardoor ze in een gemeenschap, allee, dus een kleine gemeenschap leven en proberen echt het uh, normale leven. Met begeleiding en zo. Ja, dus een begeleider of twee begeleiders die met een aantal jongeren in één huis woont. Super uh, mooie keuze. Ik, ik krijg ook de indruk dat, dat tegenwoordig heel veel jongeren, zeker ook post-corona, het wel best moeilijk hebben. Mm -hmm. We leven in een samenleving met heel veel prikkels. Hè. Sociale media zien heel veel jongeren iedereen het perfecte leven leiden. Smile, uh, smiles everywhere. Easy money, ja. reizen, champagne, clubs. The perfect de life. Maar dat moet ook vergewerkt worden en daar wordt dat meestal minder getoond. <laughs> uh, dus ik vind het mooi dat je dat kiest. Omdat, omdat jongeren die het psychisch moeilijk hebben. dat is eigenlijk een heel kwetsbare groep. Dat is heel, heel moeilijk uh, om daarmee om te gaan. En dat er dan mensen zijn, vrijwilligers vaak ook. die dat zich dag in dag uit inzetten. om die jongeren toch op het goede spoor te krijgen. Ik vind dat uh, zeer nobel. Ik ben blij dat je het uitgekozen is. Dat is een waardevol goed doel. Dus ik hoop ook echt dat onze luisteraars en kijkers. De kleine moeite doen om even eens te kijken onderaan op YouTube in de balk die nu verschijnt waar het rekeningnummer vermeld staat. Als je een um, storting levert in de mededeling, graag Filip Plus, uh, uw telefoonnummer noteert. En dan kan je ook kans maken op een prijs. Want, want je komt hier met een goed doel, maar ook met een prijs voor een van de vele mensen die hopelijk zal storten. Ja. Uh, Wat is de prijs? Een handtekening. Een handtekening van Filip Geubels. Ja. Nee, Op, nee, nee. Boven de tepel? <laughs> nee, is er, uh, ja, zo tickets voor de show. Tickets voor ja. de show. De Speak, Sprint en ja, Nieuwe de, Show ja. van Philippe Jeubels. Ja, um, ik kan niks anders geven, denk ik. Ik, ik zou niet weten. Ik denk, ik denk ja. dat het meest waardevol is dat je moet geven of kunt geven. Ah oh, ja, voilà. Tuurlijk, ik zou het wel weten. Ik ga zelf ook storten, ik hoop dat ik kans maak. En anders <laughs> zal ik kopen. Want tickets zijn ook gewoon te koop via de websites, neem ik aan. Uh, ik denk het, ja. Philippegeubels.be of? Ja. Ja, voilà. Uh, je gaat hij een tour doen in Vlaanderen, ook in Nederland? Ja, maar in Nederland later nog. Ik ja. ja. ben er nu nog niet meer. Ik wou, ik wou, het was zo lang geleden dat ik heb opgetreden dat ik dacht, ik wil nu even concentreren. België. Ja, mooi. Ja. Want je zei, mensen in Vlaanderen zouden soms misschien dreigen te vergeten, maar je zei, in Nederland ook mega, mega populair. Mm -hmm. uh, als ja. ik, ik kom heel graag in Amsterdam, ik vind dat een prachtige stad. Ja, ik ook. En als ik, uh, als ik daar nieuwe Nederlanders leer kennen, of mensen die ik nog niet eerder kende. En ze horen dat ik van België kom en zeggen ze vaak of ben ik altijd Filip Geubels of die uh, kale Belg. Nee, Filip Geubels oh ja, oh ja. zeggen ze. Nee, de, de Nederlanders hebben nu wel echt in de armen gesloten. Ja, ja dat is waar. Maar ik, alleen, ik ben er ondertussen ook al wel lang. Ja, alleen, ik heb ondertussen ook al twee shows gespeeld. Ja, voilà. Hij uh, verkocht ook constant. Ja, over heel het land. Ja. Doe het maar eens. Ja. Want dat is ook begonnen denk ik met de Wereldraad door. Ja. Nou, ja, dan is er zeker veel aan gedaan. Ja, want ik, ik deel een tour in Holland, maar dan zaten de zalen nog niet zo vol. Zo gaat het, hè. En dan dat de wereld draait door, inderdaad, veel fragmenten liet zien. Uh, ja. ja, want die is nu ook even nieuws gekomen. Het is misschien, ik weet niet of ja, vriend je geen een vriendje als mee onderhoudt, ja, ja. maar hij wordt nu even een Nederlandse Ellen DeGeneres genoemd. Heb je daar ook wat iets van gemerkt? Of is dat moeilijk om erover te spreken? Ik, weet, ik, ik, weet ik, niet. ik kan er niks over zeggen. Nee, ik snap het. Ik denk wel om eventjes in His Defense. Ik ben en blijf natuurlijk een strafpleiter. Het is nooit goed om een uh, slecht klimaat of een, of een offensief klimaat te creëren op de arbeidsvloer. Het moet leuk zijn voor iedereen. Maar ik kan me ook wel eventjes inbeelden in His Defense. Als je elke dag een programma maakt ja. waar zoveel mensen naar kijken. Er komt zoveel stress bekijken dat je volgens mij, hoe duur ook, wel eventjes flipt soms. Ik bedoel, ik kan me inbeelden. Ja. Ik ben ook niet altijd de meest aangename mens ja. als ik mijn agenda volgepompt nee. zie. Nee, niet zo. Dat is stress. Ja. Stressreactie. Ja. Um, maar goed, time will tell. Hij heeft gereageerd en hij heeft volgens mij in zijn tweede reactie decent gereageerd. Dus we zullen wel zien. Um, dus het goede doel van Philippe Jeubels, wat ik absoluut wil ondersteunen. Filip, um, ik, uh, ik, ik vond het echt een ongelooflijk uh, genoegen om u hier te gast hebben. Uh, ik ben blij dat je daar je tijd voor hebt vrijgemaakt, want je hebt ook een kijking in agenda en dat is niet vanzelfsprekend. Het is voor een goed doel, dus je hebt bij deze ook je groot ja. hart getoond. Uh, een aantal voilà. uur met een advocaat in gesprek. Ja, hebben we het record van Alex Agnew gebroken, zei ik zo net? Want we zijn al meer dan drie uur uh, ontpraten. Nu Nee, Nee, is niet waar. Is het, oh, het is al meer dan twee uur. Oh, uh, maar... Ik kan hier niet weg voordat dat gebroken is. Oei, maar we moeten nog gaan eten, Philippe. Ook al is dat hier nog een uur ongemakkelijke stilte. Het okay. We gaan dat breken. Philippe, ongelofelijke merci om hier te zijn. Ja. Um, je bent altijd welkom, dat weten Hier in de bar, we hebben veel lekkers. We kunnen uh, ook een hapje eten hier. Maar ik denk dat uh, we de kijkers en luisteraars getrakteerd hebben op een mooie inkijk in, uh, in de mens Filip Jeubels, die niet altijd uh, op die uitgebreide manier op TV komt. Want dat is toch een andere kant van u. Mm -hmm. En uh, ik apprecieer uw openhartigheid en uw uh, mooie emotionele reflex. Dikke merci. Merci. Ja, kijkers, ja. jullie allemaal uh, en luisteraars, jullie allemaal van harte dank om. Opnieuw af te stemmen op de sweet Sessions. Zoals gezegd, het was de laatste aflevering van seizoen 1, waarin ik als host optreed. Maar niet getreurd. Want we hebben dus nog een bonusaflevering voor onder jullie kerstboom te planten. Uh, een bonusaflevering, waar ik, even mijn koptelefoon goed zitten, waarin ik Monier heb geïnterviewd, mijn broer, de andere host van deze reeks. Uh, ondertussen bijna een klein jaar geleden. En dat was een proefaflevering. We hadden nooit, maar dan ook nooit verwacht om die proefaflevering ook op de kijkers en luisteraars los te laten. We gaan dat toch doen. Omdat zelfspot in het leven belangrijk is. En dat was een aflevering waarin ik zelf als interviewer nog heel veel moest leren. Heel veel rare kronkels um, heb geëtaleerd. Maar goed, we gaan het toch cadeau doen onder de kerstboom. Jullie krijgen dat uh, ergens medio december te zien online of op de bekende podcast-apps. Um, daarnaast zijn we in 2023 terug met heel veel fijne gasten en ik hoop ook wel in de toekomst Filip hier nog eens te mogen verwelkomen voor deel 2, want er is nog heel veel dat we niet besproken hebben, van harte dank fijne kerstdagen, fijne feestdagen en tot volgend jaar, ciao, bye bye daag <laughs>